Ja, het heeft nog best lang geduurd voordat we elkaar ontmoeten. Want ja. ik ben een keer bij jou in de, de, de spirituele talkshow geweest. Ja. En Robert Bridgman, nou, ik mag wel zeggen, vriend van Koekeroe, die noemde al vrij snel jouw naam. Ja. En ik weet niet, ik bedoel, dit is het moment, dus het is goed. Ja, maar als jij ook al die boeken aan het lezen bent van tevoren, ben je ook wel even bezig. Dat klopt. Ja. En dan wil ik ook nog, uh, en jij hebt zelf ook heel veel content, ook in, in ja. podcastvorm <laughs> en mooie de zonmeditatie uh, oh, is top. Uh, en, ik weet niet of, het, zo heb ik het niet ervaren, maar dat dus zat ik wel gewoon van tevoren te bedenken. Dacht ik, ja, misschien had ik toch in de eerste instantie een soort, uh, ja, lichte aversie, laat ik het zo maar zeggen, tegen, ja, een medium. Terwijl, ik ben daar ook in gegroeid hoor. Want dat is, voor de duidelijkheid, Bonnie is uh, psychologe en medium. Ja. Yeah. Wat ik een leuke, ja... Uh, yeah een leuke combinatie vindt. Ja, dat is een aparte combinatie. Ja. Ja. Uh, maar snap je ook een beetje dat ik bij medium dan toch al, Ja, ik weet het, het is, ja. ja omdat we de kennis er niet van hebben. Ja. En dat, dat is het. En eigenlijk durf ik te beweren dat we dat allemaal zijn. We zijn allemaal mediums. Want we komen allemaal daar vandaan. Ja. En, en we komen naar de aarde. En we hebben allemaal die gevoeligheid. Alleen het wordt zo vaak... Weggezet als fantasie. Mm -hmm. Totdat je, en dat, dat vond ik wel mooi. Want wij hebben bij ons in het gezin. Uh, zijn we dat echt gaan onderzoeken. En toen kwam ik erachter dat al die, die gevoeligheden. die je als kind hebt. en al die dingen die je ziet hè, als, als jong kind. Ja, eetje, ja, ja. Ik zie dit in mijn slaapkamer, dat in mijn slaapkamer. En dan, uh, dan. dan wordt het afgedaan als joh, dat is niks. Maar dat hebben natuurlijk zoveel kinderen. Ja. Toen kwam ik erachter, hè, maar er zit hier veel meer. En toen zijn wij met echt het hele gezin... En bedoel je nu uh, jouw gezin als in... Nee, familie. Dus mijn, ja. mijn ouders mm -hmm. en nog een zus die ook hierin werkt. En ik heb nog een zus en nog een broer. Ja. En uh, dan zijn we daar naar het Arthur Findlay College gegaan. En dat is echt het opleidingscentrum voor spiritualiteit en mediums. Okay. Dat is waanzinnig. Okay. Het zit in Engeland. Ja. En in Engeland heb je spiritualism, is, is een... een een levenswijze, een vorm van religie. Je mag het dus ook opschrijven. Ik ben spiritualist. Ja, in Nederland is spiritualiteit een containerbegrip. Ja. Dat is het daar niet hoor. Dat is bijna. Uh, ik dat zou is, het bijna wetenschap noemen. Dat is echt heel duidelijk. Ja. En daarin heb je dus ook. Je hebt overal in Engeland spiritualist-churches. Ja. En dan heb je dat, dat, dat mediums, dus ook echt bewijzen dat het leven doorgaat. Dat is waar het om gaat. Ja. Je moet het kunnen bewijzen. Maar dat is bij jou wel echt met de paplepel ingegoten, uh, toch? Jouw vader? Ja. Uh, ja, heeft daar. Uh, uh, nou ja, ja, wij allemaal. Ja. Ja, ik denk dat wij. Ik, mijn zus, het eerste begonnen. En mijn vader is ermee bezig, is mijn oma. Dus de moeder van mijn vader was heel erg mediamiek. En, en het mooie is. Was zij, mediumiek, wat is mediamiek. Ja, mediumiek is dat je dus die gevoeligheid hebt. Ja, ja. He, dus mediamiek is, zij heeft bijvoorbeeld het gezin in de oorlog, haar gezin een paar keer gered. Hé, hey, er komt iets aan, wegwezen. En, en ze lopen het huis uit en het huis wordt gebombardeerd. Ja, ja. Zo'n. Zo'n. Helderheid. Ja, en dat hebben we natuurlijk eigenlijk allemaal steeds meer. Ja. Maar, en dat vind ik wel mooi dat je het zegt. Jij ziet het dus ook niet als een soort gave. Ja, misschien iets wat je beter getraind kan hebben. Dat. Ja. Maar je kan het allemaal leren. Ja. Ik zie het ook niet als joh, spannend Ik zie, het, wij zijn, ik ben daar ook echt ingegaan. Weet je, je, je studeert daarnaast ook psychologie. Dus je hebt toch een beetje ook die achtergrond. Het moet ja. wel kloppen. Ja. Ik ben heel erg van de bewijzen. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Ja. En dan merk je dat, hé, hey, dat wat ik vroeger als kind had, dat is allemaal echt geweest. Ja, dat, ja nee, maar fantasie is ook echt. Ja. ja. Maar ja, fantasie doen wij alsof het niks is. Nee. Terwijl zij de verbeeldingskracht, ik noem het dan de verbeeldingskracht, gebruiken voor de ingevingen. Nou, die hebben we ja. allemaal. Die heb jij ook. Je ja, ja, hebt ja, ook ja. je ingevingen. Ja, 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 ja. En, en we vragen ons nooit af, waar komen die ingevingen? Het woord zegt het al. Nee. Het wordt ingegeven. Waar komt het vandaan? Ja. ja, maar het is nog wel een groot verschil, vind ik zelf. Of je dat, eh, zeg maar, heel ontastbaar, we eh, noemen het het universum. Daar komt het vandaan. Of dat je echt heel specifiek contact hebt ja. met iemand die. Er nu niet meer is of die er wel is, maar eh, dat, dat vind ik wel een groot verschil. Is ook een groot verschil, maar dat is waardoor je het bewijsbaar kan maken. En als je het hebt over het universum, mm -hmm. dan kan iedereen wat roepen. Ja. En, en, ja. en van, joh, ik krijg door dat. Ja, daar word ik niet heel blij van. Maar hoe kan je het bewijsbaar maken dan? Ja, als ik hemeltaal, ik heb, ik heb het met veel plezier uh, gelezen. Ik vind de subtitel ook mooi. Boodschap uit de ongeziene wereld. Nou, dat is een beetje waar we het nu over hebben. Ja. Dat, dat is... Ja. Wat jij als medium of wat we als medium eigenlijk dus wel bezitten. Maar dat is een, een, een ja, dialoog met je vader, die niet meer leeft. Uh, en ik, ik moest heel erg denken, en daarom vond ik het ook een fijn boek: aan, aan een ongewoon gesprek met God. Ja. Hè, waarbij, maar ja. Ja, hoe, hoe, hoe je weet je dat? kan niet je nou? bewijzen. En nee. dat hoeft ook helemaal niet hoor. Het is niet dat ik daarna op zoek. Maar. Ja, dat is, net, dat is nog niet te bewijzen. Nou, ik weet wel een paar leuke... er zijn wel heel aparte dingen mee gebeurd. Mijn uitgever, die edit ook, die is hem gaan editen... en toen zei hij na dit editwerk, zei hij tegen mij... voor mij is het bewezen dat het klopt. En toen zei ik, hoezo dan? En toen zei hij, al jouw teksten moet ik verbeteren... Want je Nederlands is niet goed nee. en alles wat je hebt doorgekregen klopt. Ik heb niets hoeven dus er doen. Er zat echt een verschil er in. Het was een gigantisch oh, verschil. Wow. En het tweede wat ik heel leuk vond: mijn vader heeft een boek vertaald de Owaspen. Daar ja. heeft hij tien jaar over gedaan. Ja. Die heb ik nooit gelezen. Nee, nou ik heb het. Ik moet zeggen, ik heb want ik nee, ter voorbereiding is, heb, ben. Ik wat niet te lezen. Brrr. Nee, is nou, niet te lezen. Okay. Maar mijn moeder wel. Dus mijn moeder zegt wat apart. Er staan letterlijk dingen in die in de OWASP staan, ja. die hij door heeft gegeven. En dat zijn voor mij dingen. Maar ik ben er mee eens. Zeker als je het hebt over je vader, weet je, dan denk je: ja, dat is zelfvervullingprofecie. Dat je wil, het heel wil ik graag. Ja, en de, ja, ja. Weet je dat. En, en, maar dit waren wel dingen wat ik echt heel mooi vond: dat hij teksten heeft gebruikt uit de OWASP die ik nooit gelezen heb. En voor mijn moeder was het direct zichtbaar. En gedichten, hij schreef gedichten. Ja. En um, ik heb er dus ook, mijn moeder die liet Litella de gedichten zien waarin ik de dus zinnen heb opgeschreven. Die ja. heb ik ook nooit gedaan. Nee. Dat is wel apart. Dat is zeer bijzonder ja. te noemen. Ja. En dat Owasp nog even om dat te duiden: dat gaat er dus over dat er ja, meer is dan alleen leven op aarde. Ja, de Owasp is bijna niet uit te leggen dat nee. boek. Dat, dat, dat gaat veel verder dan het christendom, veel verder terug. Dus dat is een beschrijving over de wereld hier. en wat er tegelijkertijd in de ongeziene wereld allemaal speelt. Maar dit is geschreven in 1848 via automatisch schrift. Ja, dat is, is, is zo'n pil. Heb je nooit de behoefte om het toch alleen maar uit, uit liefde voor je vader.? Uh, not... Ik heb stukjes gelezen, ja, okay. maar uh, ik, ik kom er niet doorheen. Nee. Ik, er is iets in mij wat dan niet resoneert ermee. Ik vind het ook ingewikkeld. Ja, nou, dat is duidelijk. Ja. En jij had uh, het, het levenscollege dat jij hebt opgericht, wat ik een mooie naam vind. Die, dat is nog net toen je vader uh, leefde, denk ik. Ja, hij is in, 2000, nee, in 2015 heb ik hem opgezet. Oké. Okay. Uh, in 2015 is hij overleden. En in 2015, dat was al mooi, want toen hoorde ik wel heel duidelijk dat ze zeiden: je moet zorgen dat je klaar staat. En wat ik wilde, was mensen opleiden die zowel achtergrond in de psychologie als mediumschap, dat je die combinatie maakt. Maar ook het Zen Counsel uit het Verre Oosten, weet je, dus echt een combinatie. Dus ik heb heel lang gewerkt met mensen en, en ik heb gemerkt dat de psychologie werkt niet werkt. Het is niet volledig. Nee, het nou, werkt niet, zou ik niet willen zeggen. Maar het nou, is een, het is niet voldoende. Het is, voldoende. Nee. Het is, het is een pleister plakken. Ja. En, en ik ben dus altijd bezig geweest naar zoeken wat werkt wel. Ja. En... Hey, ik heb jou wel eens horen zeggen, dat vond ik mooi. Bij de psychologie leer je heel erg om te gaan met je zelfbeeld. Ja. Uh, maar dat is niet wie je echt bent. Ja, je bent de ziel. Ja. ja. Maar tegelijkertijd, daarom denk ik dat het heel mooi hand in hand gaat. En vind ik het leuk dat jij dat alle twee uh, nou ja, hebben gestudeerd, zeg maar. Want ja, we hebben wel met dat zelfbeeld te maken. Want dat is er nou eenmaal. Ja, je en hebt ermee ja. er te maken. Maar wat je, wat je ook ziet. De, vanuit de psychologie. Dit is, dit is waarop ik dat model van die levensinitiaties ja. heb gekregen. En in die levensinitiaties, wat zij doorgaan. He, je hebt de ziel. Zo kom je als mens naar de aarde. Het symbool daarvoor is de zon. Ja. Dus ik zeg ook altijd: zet je zon aan. Want dan ga je hem. Dan ga je hem voelen. Dan Dat word is ook die zonmeditatie waar ik het over had, ja. Ja, nou daaromheen, in de eerste twaalf jaar van je leven, zit je jouw breinstaten in die alfa-staat. binnen die hypnotische staat. Dus je neemt alles over van je ouders. Tot al die je zevende of zo. Uh... Al die programmering. Nee, ja. de, tot je zevende zit je in een zware, tot je twaalfde. Oké. Okay zit je in die lichthypnotische staat eigenlijk en um, nou dan heb je het onderbewust inmiddels wel geprogrammeerd en dan hebben we het zelfbeeld ja dan hebben we echt het zelfbeeld maar wat doet de psychologie en wat doen heel veel therapieën is hier naar kijken naar het zelfbeeld naar het zelfbeeld ja. en de pijnlaag ja. en en wat is daar gebeurd en wat is er aan de hand wat wat ik zeg is, het moment dat je naar de ziel gaat, naar wie je werkelijk bent, en je, en je zet die zon aan, dan brand je vanzelf de dingen weg die je eigenlijk niet bent. Maar wat ik heb gezien is dat we zo lang zitten in hoe is het ontstaan, in, in ja, ja, allerlei dingen. Missen, ja. En dan denk ik, nee, ga nou eens naar wie je wel bent. Het moment dat je daar aandacht aan gaat geven, valt de rest weg. Ik ga toch even dit model van jou, ja, je moet het vooral zien. Dus de mensen met beeld, daar zal ik het ook even laten zien. Dat is dus inderdaad, de kern is de ziel. Ja. Hè, dat is de zon, dat, dat straal je. En daaromheen zit een laag pijn. Ja. Afwijzing. Ja. En dan heb je de laatste laag. En dat is dan, ja, de persona ego noem jij het ook. Ja. En dat is het zelfbeeld. Dat is het zelfbeeld, persoonlijkheid. En, en die twee lagen is echt je programmering. Ja. Dat, hè, dat, we hebben allemaal, krijgen we snel de pijnlagen en een zelfbeeld. En dan zijn er vier... Initiaties. Uh, ja, initiaties. Nou ja, dat de, de, de zijn ook de vier, uh, noemen ze ja. het ook weer in China, elementen. De, de, de elementen. Uh, vuur, lucht, aarde en water. Vuur is het spirituele. Lucht is het mentale. De aarde is het fysieke en water is het emotionele. Ja, en waar het om gaat, dus als je de persoonlijkheid en de programmering hier hebt en de ziel hier, ja. als je het water hebt en je zit hier, ja. dan, dan gaan de golven van de emoties slaan vaak over je heen. Mensen hebben geen controle hierover. Nee. Het, het, er gebeurt maar wat. En vaak is die gecombineerd direct trouwens met het denken, want we vinden iets en dan ik emotioneel. Maar zit je in de ziel, dan dat is een hele mooie zin van White Eagle. Dan wordt de, de, het water wordt stil en kalm. Dan reflecteert het de hemel, maar ook de diepte van je ziel. En in die kalmte kan je veel beter voelen wie je bent. De lucht hier is de kwebbelende aap. Dus alle ja. wolken voor ja. de lucht. Maar hoe kom ik uh, in mijn ziel, waarop alle wolken zijn verdwenen... en ik wel mijn intuïtie kan volgen en die heldere stem in me... Dan heb je vuur, die zie je heel veel in relaties. Dan heb je bij de persoonlijkheid, die heeft altijd liefde op voorwaarden. Je ziet het eigenlijk in iedere relatie. Weet je, we hebben niet lief, we willen wat van een ander. Ga je naar de ziel, dat is ook weer een initiatie, hoe kom mm -hmm. ik hier? Dan ontdek je, hé, hey, maar ik ben zelf die bron van liefde. Ja. Ik hoef het nergens anders vandaan te halen. Waardoor relaties natuurlijk sowieso veranderen. Nou, en de aarde heeft natuurlijk te maken... hoe leef ik niet alleen maar mijn persoonlijkheid en mijn angst... en dat beeld, zelfbeeld... maar hoe leef ik waarvoor ik echt bedoeld ben? Ja. Je eigen gave stad. Wat ik mooi vind, en ik ben ook blij dat je het zegt... is dat jij zegt uh, over het spirituele gedeelte van... ik ben zelf het vuur, ik, uh, ik ben het zelf, hè? Maar dat is precies... Nou ja, zo heb ik het woord koekeroe bedacht. Namelijk, ik... Ik wilde even een term voor, voor je hart, of je onderbuik, of je kloten, of gewoon dit, je eigen guru. het ja. zit in je. Ja. Uh, alleen, kijk, jij hebt het ook over dat ieder mens een gids en een engel heeft. En, en jij hebt dan je eigen gids, Tinto, die... Uh, de... Maar ja, dat is nog een <laughs> beetje, ik denk, ja, maar, maar je bent toch zelf je eigen gids? Ja, maar weet je, weet je wat zo mooi is? Er lopen altijd zielen verder op het pad. Dat is geen feit. Dat zien we hier op de aarde ook. Daar hoeven we niet te zeggen: oh die zijn meer of minder. Nee, nee, nee. Daar zit altijd iedereen gestrest over te doen. Maar er zijn, er zijn uh, zielen die verder uh, zijn dan wij. En, en die kunnen ons dus ook inspireren. Sterker nog, dat is ook de afspraak. Om ons dit stuk te begeleiden. Weet je, het is nogal wat. Ik weet nog dat ik als kind, ja, als kind toen ik uh, uh, tiener was, reisde ik in de ongeziene wereld. Maar ook naar heftige gebieden. En ik weet nog dat ik, uh, ik is ik, ik een beetje stoer. Van ik ga daar naartoe, ik zet mijn licht aan, ik zal eens even laten zien wat ik kan. En, ja. Weet je, echt zo. En ik kom in een gebied. En er gebeurt zoiets raars. Ik denk zo, dit is eng. En ik word er zo uitgetrokken, terug weer hup in mijn bed en wakker. Weet je waar ik terecht kwam? In het gebied van vergetelheid. Als wij als ziel naar de aarde komen, die is zo heftig. Als je bedenkt dat we als ziel alles weten, we kiezen ervoor om naar die aarde te gaan. En dan ga je door het gebied heen van vergetelheid. Ja. En dan word je geboren. En dan, en dan vindt dat plan. Weet je, of dan ga je die Twilight, uitdaging aan. Uh, ja, ja. Nou, die vond ik best wel uh, heftig. dat dacht ik, is wat zijn wij stoer eigenlijk met z'n allen. We weten het niet. Maar daarin word je dus wel, weet je, je wordt wel geholpen. Er wordt wel constant, komt er een herinnering van wie je werkelijk bent. Ja. En het moment dat je dat, als je het zelf niet kan horen, dan geven ze het je in. Net zolang totdat je het wel hoort. Ja. Maar, nee, het is ook al, weet je, het is maar hoe je het woorden geeft. Uh, maar ja, kijk, jouw gids Tinto. Ja, nogmaals, is dat niet ook gewoon, zit dat niet gewoon in jou? Is dat niet gewoon ook echt wie jij bent? Maar denk je niet dat er in het heelal ongelooflijk veel wezens zijn? Denk je niet dat er, wij komen van thuis, komen hier naartoe. Denk je niet dat we waanzinnig worden begeleid? Ja. Net zoals wij hier op aarde ook worden begeleid. Dus het heel logisch ja, bekijkt. Ja, ja. Denk je werkelijk dat jij helemaal alleen naar de aarde komt? Nee, maar het is meer, oké, okay, laat ik het dan anders zeggen. Ja. Als je ervan uitgaat dat er eigenlijk helemaal geen ik bestaat. Dan, maar, je, maar goed, we praten nou eenmaal in die vorm. En, en dan bestaat dat dus... En denk, ja, dan kom je en heel dan, veel verschillende... Dat klopt. Dus je, je hebt allemaal... Ik, ik, ik begrijp waar je naartoe wilt. Okay, nu ja. haal je iets heel anders erbij. Oh, okay. He? nee, maar dan heb je het over, er is geen ik. Dus alles is één. Ja. Maar in dat ene, wil het ene zich leren kennen... splitst het zich in miljarden deeltjes. En die deeltjes... En je kan zeggen, ik ben dat ene, ik ben dat ene, ik ben dat ene. Maar voor nu zitten wij allemaal nog in het stukje afgescheidenheid. Jij bent Giel, ik ben ja. Bonnie. We zitten ja. absoluut daarin. Het is hetzelfde wat, wat je zegt. We moeten accepteren dat we het zelfbeeld hebben. Dat is ook zo. Ja. Dus wij hebben een pad te lopen om te ontdekken dat er geen pad was. Dat is, dat, is die, hè, die, dat, dat cliché verhaal. En toch moet je hem lopen. En toch zijn er deeltjes van het ik die jou helpen. Die schijnbaar afgescheiden zijn. Ja, dit is, we komen al gelijk op ja. wat ik altijd het, uh, nou ja, de luisteraars weten het inmiddels. Maar ik heb besloten om er in 2022 van binnen Spatsies over te doen. Het non-dualisme. Ja. Maar ik ben rustig in het feit dat het brein dit niet kan bevatten eigenlijk. Nee, maar het brein kan het nooit bevatten. Want het brein is gemaakt om in cirkels ook te ja. denken. Ja. Dus er is een ander element in je. Wat het wel kan bevatten. Ja. Weet je, als je het hebt over de ziel, je hogere zelf, of je, dat is het element wat het kan bevatten. Maar wat wij zo graag willen is erover praten, is, is het kunnen verklaren. Maar we kunnen het niet verklaren. Nee. Het, is een, het is een ervaring. Ja, dus, dus jij zegt ook: hou er maar mee op. Want het... Nou, maar ik vind het wel leuk. Ja, ik nee. hou er ook van om ja. hierover te praten. Het ja. is heerlijk. Ja. ja. <laughs> Ja, ik vond ergens een mooie, wat jij, uh, ik denk dat je schreef of uh, whatever. Uh, en dat voelde ik wel heel erg. En dat is precies waar het over gaat. Uh, denken kan je niet echt op waarheid toetsen. Nee. Maar dat kan alleen je hart. Ja. En dan weet ik even niet, of er een, is er een verschil tussen hart en ziel? Of? Nou, voor mij is dat, laten we die even samenvoegen. Ja, ja. Want je hart resoneert en laten we dat even, anders wordt het zo, zo'n ja. uh, ingewikkeld ja, gedoe. ja, ja. Maar er is iets in je wat resoneert met dit klopt. En dit kan ook zeggen, dit, dit klopt voor mij, voor jouw pad. Mm -hmm. Weet je, maar iets in jou resoneert. Ja. En met mijn denken kan ik, ik kan stappen maken. Ik kan tot zover komen en, en dan ben je last. Oh, ja. En dan moet je iets anders doen. Ja. Dan moet je eigenlijk stoppen met denken. Ja. Maar het kan natuurlijk wel lekker ook weer hand in hand gaan, denk ik. Door... Ik vind beide leuk. Ja. ja. Dat brengt mij bij iets. En ik, uh, ja, je hebt het heel veel over uh, angst en liefde. He, waarbij angst dus echt een beetje het ego-ding is. En liefde is de ziel, kan ik het een beetje zo kort door de bocht ja. samenvatten? Ja. Maar die angst is toch ook wel ergens goed voor. Die is alleen goed, wat ze in de psychologie zeggen, als, je, als er een tijger op je afkomt. Ja. Maar wat wij nu doen, is dat wij onze collega's al als tijgers zien. Mm -hmm. Dus vol in de stress gaan. Ja. Nee, ik geloof werkelijk, ik geloof echt. Moet je je voorstellen, als je door je angsten heen gaat, we worden zo geregeerd re door angsten. Dat we niet doen wat we eigenlijk willen doen. Dat we bang zijn. Oh ja, maar wie ben ik? Ja, of ik kan het toch niet. Want dat is de programmering. Iemand anders doet het veel beter. En gewoon niet doen wat je hier wil doen. Nee, maar hoe. Ik, want ik, ik hoor wat je zegt en dat geeft ook gelijk al een soort spirit. Maar tegelijkertijd. Je kan daar toch ook niet overheen stappen. Als ja, dit, je moet er doorheen. Ja, je maar moet er, hoe, hoe doe je dat? Je moet erkennen dat angst een mentale constructie is van het denken. En kijk, als je het hebt over de angst van overlevingsangst, mm -hmm. hè, dan, dan reageert je lijf. Dat is een instinct, bam, je bent weg. Maar al die andere angsten worden gemaakt door het denken. En die, het denken is constant, weet je, dat vind ik altijd zo mooi. Denken is bezig met oplossen, maar het moet ook wel de problemen creëren om ze op te ja, lossen. Is, het is een ja, soort ja, ja, ja. visieuze cirkel. Ja. Maar dus ook angsten. En het angsten vind ik ook wel heel erg in de opvoeding. Ik vind het zo'n. Ik vind het bijna een wolkendek over de aarde. Ja, ja, angst creëert sluiers. Uh, ja. dat, dat vind ik mooi. Maar tegelijkertijd. Kijk, als jij uh, hebt dan echt een soort uh, leuk uh, tabelletje gemaakt. tussen angst en liefde. Ja. En dus tussen het ego-denken en, en, en het verlichte denken. En dan snap ik heel erg die, die, maar ik zal ze toch even noemen. Het ego-denken blijft hangen in boosheid. Het verlichte denken in acceptatie. Het ego-denken blijft hangen in strijd. Het verlichte denkt in overgave. Dat vind ik allemaal een hele mooie. Maar als ik dan, en nu zie ik hier bijvoorbeeld staan, twijfel. Ja, ik bedoel, dat is toch ook, als we weer even teruggaan naar het verschil tussen hart en hoofd, om het zo maar zo even te zeggen. Ja, dan kan, het, dan kan het hart toch ook wel twijfelen? Niet de ziel. Nee. Nee. Wel het emotionele hart. We dat wat het beleven. emotionele hart wat uh, uh, pijn is gedaan in relaties. Ja, 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 nee, nou, dat, ja. dat. dat, dat. Dus ja, onze ja. emoties. Ja. Maar daar heb je het alweer. Dan zit je weer in de water, dan zit je in die golven. Dan ga je zeker. Maar er is iets in jou, er is iets in ieder van ons, wat het echt weet. Mm -hmm. En dan ontstaat er rust. Ja, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat die angst die er dan is, of de twijfel, uh, die, dat is toch ook een richtingaanwijzer? Dat, dat is toch niet... Nee ik, zie nee. Dat, uh, nee, nee, ik zie bij heel veel mensen dat dat een richting op is van ik doe het toch maar niet, ik ben bang. Ja, okay, dat, okay. Dus ik vind het geen richtingaanwijzer. Ik vind het alleen een richtingaanwijzer als jouw lijf instinctief reageert op gevaar. Maar als ik kijk naar uh, uh, mensen, als ik kijk naar mezelf... dan heeft angst mij altijd weerhouden te doen wat ik eigenlijk heel graag wil doen. Ja. Dat is wat angstheden nou, doet. Nou ja, dat is het gevaar dat, dat, dat het kan doen en dat je dus nooit het oncomfortabele opzoekt. Maar als, je, als, ik, als ik dan aan jou zou vragen, wanneer is het wel een richtingaanwijzer geweest voor je? Nou, zo vaak als ik eerlijk ben. Omdat je gewoon... Nou, laten we de liefde als mooi voorbeeld nemen. Ik, ik, dit is een mooie jubileum voor mezelf. Ik ben nu een half jaar samen met een vrouw die in mijn leven is gekomen. En dat heeft me heel veel gebracht. Daar heb ik, heb ik heel veel van geleerd. Juist omdat ik gewoon zo heel erg bezig ben met dit. dit. Maar ja, we kunnen lekker lullen, wat we net zeggen. En we, ik, ik kan heel veel lezen. R maar er gebeurt maar ga alles. het gaat maar lekker voelen. En dat, ja. daar, dat is waar het om gaat natuurlijk. Ja. Uh, en dan hebben die... Gevoelens die, die ik dan gewoon analyseer, en, en ja, van, van bang om geraakt te worden, uh, ja, die hebben we gelukkig niet van weerhouden om deze relatie vol aan te gaan. Ik heb absoluut die momenten gehad dat ik, dat ik dacht: Oh, normaal gesproken zou ik nu echt weg zijn, ja. want ik vind dit eng. Ja, maar juist, ja, dus dan. Ja, maar dan ga je er dus doorheen. Dan ga, ja, dat je precies. kijkt ze aan. Ja, en, en, maar en waardoor zijn een... die angsten ontstaan? Die zijn ontstaan door eerdere relaties, door eerdere ja. pijn. Ja. Dat is wat je ziet. Ja. Weet je, wij reageren uit angst in ja. relaties. Ja, maar dit is eerder gebeurd. En met iedere relatie ontstaat dit. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik bedoel te zeggen, en ik denk dat we het op zich wel eens zijn, maar dat doorheen gaan. Dat is dus ja, wat mij betreft niet te overheen stappen. Dat is nee, gewoon... maar dat zeg ik ook niet. Nee. Ik zeg er doorheen. Ja, er doorheen. Ja, maar wat bedoel je daarmee dan? Kijk dat... hem aan, ja. ga er doorheen, maar laat je niet grijpen daardoor. Nee. Weet je, en laat het niet je leven beheersen. Laat het niet je nee. denken beheersen. Uh, er zijn natuurlijk, als je kijkt naar de cijfers qua mensen die met angststoornissen en depressiviteit, het is gigantisch hoog, hm. omdat ze hun denken laten vervuilen door angsten. Ja. En het moment dat je er eens naar gaat kijken, nee, stop, weet je, ik maak keuzes hierin. Maar dan, dat is wat ik bedoel met, dan is het voor mij een richtingaanwijzer, namelijk, nou ja, ga De, er doorheen. Ja. ja, maar zo kan je hem ook zien. Ja, dat, dat dus dus is, dan kan je, angst, dan kan je ja. angst, ja, ik ga er juist doorheen. Ja. Maar dat zijn er weinig. Nee, het is ook doodeng. Het uh, zijn er echt weinig hoor, die ja. dat doen. maar het is wel juist wat En het ik... wordt wel nu gevraagd in deze tijd. Van de wereld. Ja, joh, echt. Ja? Iedereen komt vol in allerlei dingen die we. En, en dat vind ik het mooie wat je zegt. Het, als je er doorheen gaat, hield het een oud stuk. Mm -hmm. Het hield dus die programmering waardoor het zich loslaat, waardoor je veel meer kunt zijn wie je wel bent. Ja. Daar, dat is natuurlijk superbelangrijk. Ja, omdat een bepaalde overtuiging ineens uh, ja. wordt doorbroken. Ja omdat je hem ziet, hey, dit is allemaal angst, is dus programmering. Ja. Alleen jij gaat er doorheen. Ja. Dat is de weg. Nee, maar we zijn het helemaal mee. Maar dat is precies dat wat, is ik, wat ik vooral ook tegen mezelf dus moet zeggen: daar waar angst is. Niet weglopen, daar zit de winst. En ja. ga kijken wat het werkelijk is. En dan zie je dat angst vaak niks is, maar nee. alleen maar programmering. Ja. ja. Lekker. <laughs> uh, laten we nog even doorgaan over de liefde. Ja, want dit uh, is, is je laatste boek, denk ik, ja. toch? Deze leerde nog langer. Ja. Gelukkig, ja. Dat, heeft heel, nou, dat gaat over relaties, uh, dus uh, in, in de breedste zin van het woord. Maar liefde is daar natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van. Uh, ja, daar valt, ik, ja, je snapt nu met wat ik je net zeg dat ik dit een heerlijk onderwerp vind. Um, maar vooral dat ik ook. Uh, ja, dat ik gewoon zo voelde dat. Uh, dat een aantal dingen heel universeel zijn als het gaat om uh, wat, wat je tegen kan houden. Hè? Dus, dus ook weer de angsten. Laten we even gaan naar de uh, zeven sleutels. Ik je hoeft ze voor mij niet te ik zal ze erbij pakken, misschien weet je ze. En jij hebt het dan over de zeven sleutels naar je glimlach, maar dat zijn uiteindelijk ook de zeven sleutels naar een goede relatie. Zullen we ze even stap voor stap uh, doornemen? Ja, zeker. Sure. Dus sleutel 1: onderzoek. Ja. Yeah. Dat is precies wat je net zegt. Yeah. Onderzoeken. Waar komt dit vandaan? Waar... En, en onderzoek voor mij is ook groter. Eén uh, ding daarvan is hoe de boeddhisten daarnaar kijken. Het pad van lijden. Ja, er is lijden. En hoe ga je daarmee om? En wat kan je hiermee? Dus het onderzoek, wat doen al die gedachten? En dat is hetzelfde wat ik doe met die levensinitiaties. Onderzoek de initiaties die je door moet als mens in het leven om Te kunnen leven, veel ook meer. een beetje met helikopterview, ja, ja, uh, dat is de eerste sleutel. De tweede sleutel is waarheid, ja, nou ja wat... daar komen we een beetje bij het hart, denk ik. Ja, wat is waarheid? En, en uh, het moment dat je gaat beseffen, uh, er is iets in mij wat resoneert daarmee. Ik had laatst iemand die kwam naar me toe en die, die vergeleek... dat heb ik natuurlijk heel vaak, wat ik zei met wat in een ander boek stond Tuurlijk, of ja. wat iemand anders zegt. En toen, zei ik, toen vroeg ik aan hem, hoe voelt dit voor je, wat die andere persoon zei? Het zei, hij, ja, daar word ik niet blij van. Waarom zou je dat volgen? Ik, heb, ik maak gewoon heel duidelijk een keuze. Ik volg alleen het pad waarin mijn hart resoneert met liefde. Ja. En de rest is voor mij allemaal niet waar. Helemaal goed. Dan, ja, nee, dat is lekker. Maar, maar dan? dan. dan moet, nee, ik bedoel te zeggen, dan moet je voor jezelf zo'n heel helder beeld hebben. En ik ben met je eens als je er goed voor gaat zitten even. En dan, dan voel je wel het verschil tussen hart en hoofd, noem ik het maar even. Dus, maar dat is... Uh, ja, snap je de... de... Als ik aan jou, als ik, als ik aan mensen vraag. stel je eens voor dat je je aandacht brengt naar je hoofd. Hè? In je hoofd. Wat voel je dan? Wat, ik in, oh, wat voel hoofd. je dan? Hoe voelt dat als je je aandacht brengt naar je hoofd? Ah, ik krijg daar niet een gevoel bij, als ik eerlijk ben. Is het druk? Is het... Oh ja, totale chaos. Chaos. Ja. Oké, okay, nou, dat, dat is wat ik. Hè? Wat gebeurt er ja. hier? Ja, ja, zo. Ja. Oké, okay, als, ik, als ik aan jou vraag. breng je gevoel. breng jouw aandacht eens naar je hart? Wat ja, voel je dan? Ja. Wat uh, gebeurt er dan? Wow. Uh, rust en kracht, hè? Dan zie je een soort vurige uh, ja. bol. Uh, ja, er uh, gaat echt ruimte uh, ontstaan. Ja, ja. Dus dit, vernauwten, het is... In, ja. Ja. En dit maakt het open. Dit is wat ik altijd tegen mensen zeg, voel hier. Dus het moment dat jij iets hoort of je bent met iets bezig... en je krijgt dit gevoel, ja. dan weet je het. Ja. Dat is het pad. Ja, maar dat betekent dus, dat wil ik alleen maar nog even benadrukken, dat je de hele tijd wel uh, heel sharp moet zijn in waar komt dit gevoel vandaan. Want wat jij net als voorbeeld geeft met die man die iets leest, ja, uh, dat had vanuit het hoofd of het hart kunnen komen. Ja. En vanuit, uh, als het vanuit het hoofd was geweest, dan was het alleen, dat was waar we het net over hadden, zou een soort angst kunnen zijn, dus dan moet je er juist naartoe. Of het is een hele pure uh, gedachte vanuit het hart, het is niet oké. Okay. Dat is een dunne scheidslijn. Ja, maar jij benadert het vanuit je denken nu. Ja, dat klopt. <laughs> dat is, dat ja, 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 dat is wat ik uh, probeer. Uh, ja, en, ja, nee, en ja. je kan hem niet benaderen nee, vanuit nee, je denken. Nee. Weet je, stop. benadering is nee, vanuit het hart. Nee, dan is het dan duidelijk. je het nee, antwoord. Nee, dat begrijp ik ook. dat begrijp ik. Maar we hebben het nu heel lekker analytisch hierover. Maar in het dagelijks leven... Ja, maar je kan dus dit niet analytisch benaderen nee, in jezelf. Nee, nee, dat begrijp ik. En dat is wat we wel proberen te doen. Maar het moment dat je zegt: hé, hey, laat ik die andere kant ook eens doen.. heb je veel sneller het antwoord. Want hmm. je weet het best. Dat is de waarheid. Dan komen we bij. <laughs> uh, nee, top. Sleutel drie. Uh, ook al een beetje benoemd met die meditatie. Uh, de zon. Ja, voor mij is de zonmeditatie een van de allerbelangrijkste. En dan moet je dus je verbeeldingskracht gebruiken. Dus je moet je hersens gebruiken. en je verbeeld je. dat je de zon aanzet. Die zit op de zonnevlecht. Dus niet het hart, de zonnevlecht, Daar ja. zit de ik ben, daar zit de kracht. Ja. En, het, en daar zit je licht. He, als je... Als je, um, je hebt van die Kirlian fotografie, dan kan je al die kleuren zien. Maar je kan het licht. Het ja, zit in ja. iedere cel van de mens zit licht. En um, waarom is dat stukje zo belangrijk? Wat ik heel veel zie, is, is dat mensen... of heel erg het hart alleen open hebben... Of hier alleen maar zijn. Alleen hoofd, of hier of, alleen maar zijn. Ja. Met het hart uh, lopen ze leeg. Ja. Geraakt van alle kanten. Uh, ja, ja, en alleen maar geven. Ik krijg niks terug. Ja. Maar hier, vanuit de Zonnevlecht. Dat is echt je power. En als ik. Ik heb zulke mooie dingen gezien met mensen. Dat ik zei. Doe het twee weken. Doe het twee weken. En kijk wat er dan gebeurt. Zowel fysieke problematiek als emotionele, mentale. Het enige wat ik aan ze vroeg. Ik zei, we gaan hier in gesprek ga geen mentaal verhaal houden. Je doet twee weken de zonmeditatie. Ongelooflijk wat een wonderen daarvan ja. gebeuren is. is zo, het is zo simpel. En waar brengt het je naar jouw essentie? Hè, wat jij zegt: als ik dit voel, mm -hmm. dan kom je in wat jij werkelijk bent. Uh, ja, nu wordt het misschien heel abstract. Is het gepast om te vragen of je een stukje doet van de zon? Ja, ja. dat is mooi. Dat is goed? Ja? ja. Oké. Okay. Doen we? Oké. Okay. Ogen dicht? Ja. Even ademen. Diep in en uit ademen. Zet ook even een glimlach op je gezicht. En gebruik je verbeeldingskracht. En stel je voor dat je de zon aanzet. In jou, in de zonnevlecht, in je buik. Stel je voor dat die steeds groter wordt en zich verspreidt naar iedere cel in je lichaam. En word je bewust hoe dat voelt. Naar iedere cel, door je hart en ook door je denken. Dat je denken helemaal tot de rust komt. En maak hem dan eens groter, groter dan jij bent. En stel je dan eens voor dat je jezelf zou kunnen zien helemaal leven vanuit je zon. Wie zou je dan zijn? Hoe zou je dat voelen? En wat voel je dan geel? Mm, man, man, man. Nee, ja, dit is dan. Dan komen we weer echt bij de, de, de. Ja, ik noem het altijd maar een soort vuurbal. Wat, uh, ja, wat mij heel veel rust geeft, moet ik ook zeggen. Maar ook heel veel kracht. Ja, ik vind het een hele. Je voelt direct de hele ruimte veranderen. Ja, absoluut. Ja, ook. Echt ja. totaal ja. anders ja. wat er gebeurt. Ja. En hij is zo simpel. Ja. Dat mensen bijna zijn, nou, dat kan niet. Nee, het is uh, ik kan, ik een beetje denken, maar het is allemaal een beetje variëren op. Is dat, ik geloof dat het meer taoïsme is, ik weet het allemaal, maar dan Maar dan is het veel meer dat, het, uh, dat, dat de zon op je straalt en dat je helemaal. Door je heen. Uh, helemaal overstroomt. En ja. oei, 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 oei. Maar dit en bij jou is, komt het meer van. Uh, ja, ja, maar hier gaat het ja, om. Ja, dat vind ik wel lekker ook hoor. Het gaat om wat in jou zit. En, ja. en moet je voorstellen als je deze doet. Ja. Terwijl je in een angst schiet, terwijl je iets ja. eng vindt, terwijl je um, ja. uh, een, een mindfuck hebt, ja. weet ik het wat. Ja. En je doet dit. Bam. Je bent ja. eruit. Ja, Dat is, dit is koekeroe, de zon. Ja. Oké. Okay. <laughs> de zon. Deze sleutel uh, hebben we omgedraaid. Uh, dan komen we bij sleutel 4 van de 7 sleutels: je eigen innerlijke wegwijzer volgen. Ja. Dat is dus het moment dat je die zon zo duidelijk voelt. Weet je wat jouw pad is. En voor mij is het pad. Heeft altijd te maken met drie dingen: een gevoel van vrijheid, vrede en vreugde. Ja. Als het daaraan voldoet. Het wil niet zeggen dat het pad makkelijk is. Nee, uh, dat, dat wordt niet gezegd. Nee. Maar er zitten gevoelens in. Precies wat jij ook net liet zien: van, Oh, dat is een vrijheid, dat is een vreugde. Terwijl als ik, dat vind ik ook mooi, als je die relaties erbij haalt is dat je getriggerd wordt in iets... en dan denk je, oeh, die is heftig. En toch is er iets in je dat zegt... ja, ik moet door. Ja, ja, Want ja, ik krijg ik... er een glimlach van. Ja, en, oh ja, ja. ja. Nee, maar dat is ook... en dat vind ik ook mooi, hoor. Dat hebben we daarnet allemaal niet zo benoemd. Um, maar dat die... ja, de, de, de angst voor afscheiding, afwijzing... het onbekende, het verkeerde... de grootsheid, de waarheid... en dus de angst voor liefde gewoon... Ja. In, de, in de algemene zin. Ja. Die, die is er gewoon. Ja. Te krankzinnig voor woorden als je daarover nadenkt. Als, je, als we hierover nadenken, ja. dat we bang zijn voor liefde. Ja. Hoe gestoord is dat? Ja, maar ik vind jou zo heftig erin. Maar dan komen we weer op hetzelfde thema. Ja. Omdat ik gewoon denk... Nee, maar ik vind het wel lekker ook. En misschien, dat is ook... Het is allemaal maar manier. Maar ik, ik zou liever gewoon die angst omarmen. En er niet in meegaan nogmaals. Maar niet zo. Ja, maar dit is wat anders. Jij, jij, jij hebt echt een keer gezegd: Ik heb weinig respect voor angst. Ja. Nou, ik heb heel veel respect voor angst. Ja, ik heb weinig respect voor angst. Ja. Omdat het daardoor ook de grip verliest in mijn leven. En ja, ik vind dat zo: Ik vind het zo wegduwen. Zo van alsof het er niet zou zijn. Ik heb er geen respect voor. Ik denk liever: Ach, kom maar, angst, kindje. Ja, maar die begrijp ik. Maar daarin zie ik dus heel veel mensen die zeggen: ach, kom maar. En vervolgens en ook aan toegeven. Nog een keer. Ja, nee, maar dat is. Oké, okay, nee. Nog een keer nee. en nog een keer en nog een keer. Ja. Weet je, ik heb te maken ook gehad met mensen in de psychologie. die 30, 40 jaar met hetzelfde probleem ja. lopen. Dus wanneer stop je? Ja, hou ermee op. Nee, maar ik, ik snap ook ja. je kracht hoor. Ik vind het ook leuk om te horen. Ja. Uh, ik denk inderdaad: nou, kappen, doorlopen. Ja, ja. ja. doorheen. Ja, nee, oké. Okay. <laughs> Uh, dan komen we bij sleutel 5. Ik besluit me goed te voelen. Ja, want het, eigenlijk hebben we het hier al een beetje over. Ja, echt dat ze eigen besluit nemen. En ongeacht ook wat er speelt, en, um, neem, neem dat besluit. Maak die intentie. Het is hetzelfde als uh, als we het hebben over vergeven. En er zijn mensen in mijn leven die ik nog moet vergeven, of gebeurtenissen. Ik besluit het te gaan doen. Ik weet nog niet hoe. Mm -hmm. Ik weet nog niet hoe ik me goed voel. Wat, maar neem het besluit. Neem de intentie. Dat is, dat is voor mij ook een hele belangrijke. En dan, dan heb je... je Hij stept over. Dan helpt het universum je mm -hmm. echt mee. In wat voor vorm dan ook. Maakt niet uit. Om je daarmee te helpen. Ja. Ik zou hem iets algemener willen aanpassen. Ik besluit goed te voelen. Snap je? Omdat dat dus ook wel... Nou ja... Uh, uh, ja, dat kan dan ook verdriet zijn, of. Snap je? Ja, weet maar je wel. Je... Is... je kan je goed voelen nee, met jezelf. Wat wel mooi is, je hebt, je hebt gevoelens. Ja. En je hebt emoties ja. in die initiaties. Gevoelens, daar ben ik mee eens. Ze goed voelen. Ook in een rust, de gevoelens voelen die er zijn. Maar wat zien wij op aarde? Alleen maar emoties. En emoties zijn gevoelens gekoppeld met je denken. Ja. Ik vind iets ervan. En daarin zit een heleboel onwaarheden ja. en, en aannames en illusies. En met emoties komen we niet zo ver. Dat zijn de golven waarin je verzuipt. Maar goed voelen wat gebeurt er? En als je goed voelt, dan voel je nog steeds een onderlaag van vrede. Het is allemaal goed, ja. Maar niet in je emoties. Nee. Dan, dan wordt je overgenomen. Ja, dat is even die beweging. Je noemt het ook een golf. Uh, nou ja, ja. energy, emotion. Maar daar ja. zit dus wel... Ik vind het wel mooi wat je zegt. Want jij komt daar de hele tijd op terug. Het is mooi om daar een onderscheid in aan te brengen. Van, van gevoelens is niks mis mee. Nee. Emoties brengt je verder van huis. Dat is wat er gebeurt. Mooi. Dan komen zijn we... we het eens. Ja, nee, we waren het al die tijd eens. <laughs> maar het is ja. ook leuk om niet eens te zijn. Nee, ja, dat ook. En om het gewoon helder te maken. En dat is het. ja, wat. Daardoor maken we het helder. Ja, ja. exact. Ja. Uh, sleutel 6: vriendelijkheid. Ja, dat is voor mij echt uh, wat de Dalai Lama altijd zegt: hè? De, in alles vriendelijk zijn. Ik weet nog dat mijn uh, eigen gids zei. Uh, toen ik vroeg: wat zijn nou de snelste stappen thuis? Voor mij is mijn hele leven heeft in dit teken gestaan. Ja. Wat zijn de snelste stappen thuis? En ik kon me een heleboel dingen herinneren. Maar dan heb ik het over die zelfrealisatie. Wie ben ik echt? En toen zei hij, als je alles weer verkeerd doet, dat je dan vriendelijk blijft. Ja. En die is het allermoeilijkste. Ja, die is top. In de Vipassana noemen ze het heel erg gelijkmoedigheid. Ja. Dat, is, uh, uh, dat is dit. En ook aardig voor jezelf ja, zijn daarin. Juist. Dus voor mij, dat is wel grappig. He, want jij, jij hebt het idee, soms kan ik heftig zijn en mm. tegen angst. En, maar dat is ook een aardigheid. Het is ook een vriendelijkheid. Het is maar net hoe je hem ja. bekijkt. En de laatste sleutel van de zeven sleutels, die dus... Nou ja, dat kunnen zeven sleutels naar je glimlach zijn of naar een fijne relatie. Uh, onderzoek, waarheid, de zon, je eigen innerlijke wegwijzer volgen. Ik besluit me goed te voelen. Vriendelijkheid en... Overgave. Ja, en overgave voor mij heeft te maken met het goddelijk plan. Um, dat, je, dat we soms het leven moeten door ons heen moeten laten leven. In plaats van dat wij bepalen. Soms moet ik in de overgave gaan en, en dan zie ik wel wat er gebeurt. Mm -hmm. In plaats van alles maar. Ja. Yeah willen controleren en regelen. Maar hoe uh, rijm je dat dan met, uh, nou ja, uh, de wereld waar koekoeroe en uh, gewoon vooral waar mijn eigen rij zich afspeelt, zit hem heel erg in zelfontwikkeling. Ja. Uh, omdat ik daar nieuwsgierig naar ben en dat, uh, ja. Maar die zelfontwikkeling, als we even teruggaan naar wat je zei, uh, het is allemaal één. Ja. Yeah. Dat, dat is de naam. Wat is dat ene? Dat is ook een zelfontwikkeling. Dat ene is veel groter dan wij zijn. Dat is, zijn wij allemaal samen. Maar daar zit een energie wat veel groter is. Waar mm. wij eigenlijk geen invloed op hebben. Ik weet nog dat, als grappig. Mijn, uh, mijn uh, zwager, die, uh, uh, die, die zit in de, in de oliebusiness en weet nou, ik okay, wat dan. Ja. Maar. En die zegt op een gegeven moment tegen mij, ja, nee, ik geloof wel in God. Toen zei ik, hoezo? Hoezo geloof jij in God? En toen zei hij: Omdat alle grote wetenschappers ja. daarin geloven. Ja. En ik denk dat die iets meer weten dan ik. Dat ja. vond ik wel interessant. Ja. Dat juist de wetenschap zegt: Er is iets wat we niet kunnen verklaren. Er is iets. Een kracht die groter is. En, uh, en, ja. en dat, daar kan je al helemaal niet over praten. Ik had met, uh, met uh, uh, Koos Jansson van een cursus in wonderen hierover. Van hoe belangrijk is God in je leven? Dan begint al wat is de term, wat doen ja. we daarmee? Ja. En toen was er iets heel moois. God, God is not a being, but a state of being. Het is niet een wat beeld wat wij erop nee. hebben geplakt. Nee. Het is een staat van zijn. Het is ja. liefde. Ja. Nee, dat geloof ik helemaal. En ik vind dat mooi. Ja, het is heel grappig dat ik dat hier aan tafel nu zeg, omdat ik hier letterlijk aan tafel vaak in mijn eentje. Uh, ja, het zit dat in mijn affirmaties namelijk. Daarom. Namelijk dat wij zijn allemaal een straal van de zon. Ja. Uh, en dat is wat mij betreft wat God is. Dus dat ja. is, ben je zelf dan ook een beetje. Ja, helemaal. Uh, bij, alles bij elkaar. Maar helemaal. Alle, dat alles, dat is God en dat is liefde. Als jij zou leven helemaal vanuit je ziel, zonder de programmering je hebt hem door. Ja. Dan ben je absoluut goddelijk. Dan, dan leven we weer wat we werkelijk zijn. Maar ik heb dus ook een gids en een engel. Ja. En ik heb ze waarschijnlijk voor mezelf. Zullen ze een experimentje doen? Ja, dan ga ik even plassen, want ik word hier gelijk al, uh, al yes. rustig van. Ja. Dat is het eerste wat gaat gebeuren dan, hè? Dan moet je direct naar de wc van als ik zoiets ga doen? Ja, ik meen, serieus. Ja, nou, maar het is ook zo. Ja. Maar mag ik eerst naar de ja. wc? Oké, okay, top. <laughs> <laughs> ik heb voordat we, voordat we starten, heb ik wel ja. een mooi voorbeeld. Okay. Wat ik je eerst wil vertellen. Um, het ging over een, uh, uh, iemand die ik kende en hij zei tegen mij: Mijn moeder ligt op sterven, maar ze is zo onrustig en ze is zo angstig. En toen zei ik: Weet je wat, ik ga vannacht wel even naar de toon. Neem ik haar mee naar de andere kant. En. Uh, zo gezegd, zo gedaan. Dan denk je, ja, hoe doe je dat dan? Dat lijkt op pure fantasie, verbeeldingskracht. Ik ga daar naartoe, ik neem haar mee. En ik zie eh, dat haar man daar toe komt. En hij, en hij zegt tegen haar meisje: Ik heb een huisje voor je gebouwd. En ik zie een hondje erbij lopen, en ik zie ze elkaar omhelzen. Prachtig beeld. En ik, en ik zeg tegen haar: Nou, je hoeft je niet bang voor te zijn. Nee, nee, je hoeft niet bang voor te zijn. En, wij, en, en ik wil er mee terugnemen. En ik zie iemand aanrennen. En hij zegt: Ik ben er ook, Wim. Ik, Wim, ik ben er ook. Ik ben er ook. En, en ik zie dat ze naar hem lacht. Maar wij gingen, wij gingen alweer terug. Uh, dus de volgende dag heb ik hem aan de telefoon. Dus ik zeg tegen hem: uh, hij, Eerst zei hij tegen mij: Goh, het is echt opvallend. Mijn moeder is helemaal, helemaal rustig, helemaal bij helemaal rustig, niet meer angstig. Dus ik zeg, nou, ik heb jouw vader gezien en hij zei tegen jouw moeder, meisje, ik heb een huisje voor je gebouwd. Waarop hij begint te huilen en hij zegt dat zei hij toen zij gingen trouwen hmm. hier op aarde. En dat hondje wat ik zag is zijn hondje geweest. Hmm. En toen zei ik dus ook grappig, want Wim kwam aangerend. Wie is Wim? En toen zei hij, nou, ik ken helemaal geen Wim, geen idee. Oh. Zeg zei ik, nou, die kwam aangerend en die vertelde, ik ben er ook, ik ben er ook. Twee uur later belt hij me op en zegt hij, het moet niet gekker worden. Mijn zus belt net, oom Wim is gisteravond overleden. jongen. Jonge, jonge. Die kwam aangerend. Ik krijg een kippenval van. Ja. Maar ik vind het ook altijd, ik vind het zo gevoelig uh, en bijna onethisch om mensen die gewoon iemand missen of die, om, om daarmee te spelen. Want misschien, en het, dat het maakt niet is, uit, ik weet dat jij het goed bedoelt. Dit is hè? echt een bijbelding, hè? Je mag de doden niet storen. Nou, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar A, ze zijn niet dood. Nee. Want als jij overlijdt, mm -hmm. is het eerste wat jij wil doen... is aan jouw dierbaren hier vertellen dat ze niet bang hoeven te zijn hoor. Nee. Maar ik vind, laat ik het zo zeggen, en ik... ik vind, mensen kunnen daar gewoon zo despert in zijn. Als het Dat, gaat... daar ben ik mee eens. En dus en dan en dan is er iemand zoals jij of of misschien iemand met minder goede intenties, dan gaat het even niet om. Maar ja, daar ben ik helemaal mee eens. Je moet heel duidelijk weten waar je terechtkomt. Ja. En je moet de bewijzen krijgen. Ja. Plus zet je hart aan ja. Dan weet je het. Want je kan ook wel eens ergens binnenlopen dat je denkt: Nou, dit gaat helemaal nergens over mm -hmm. wegwezen. Ja. Er zijn heel veel, daar ben ik echt mee eens, mediums die het doen uit een stukje macht of kijk mij eens, maar nooit kunnen verklaren waar ze het vandaan hebben. Nee. En ik heb door de jaren heen zo ongelooflijk veel bewijzen kunnen ja. geven. Nee, maar ik ben ook niet. Nee, maar dat, daar, ja. daarmee haal je... Ja. De, kijk, voor mij is mediumschap... moet voor mij uit de spirivirium mm -hmm. gehaald worden. Ethisch uh, gemaakt worden. En hoe doen we het? Want voor mij is het een wetenschap. Sterker nog, het is essentieel dat we hier op aarde weten... dat leven doorgaat. En, weet Want dat je, geeft ons gewoon wat meer rust. Uh. Het, is, het is, moet je je voorstellen... Dat je zeker weet dat het leven doorgaat. Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, doodgaan geeft me ook een goede driver. Om alles eruit te halen. Ja, ja. Ja, en, en, je, en wat ik dus heb gemerkt is dat daarnaast ook de troost ja, nee, dat en is de... Ook, Misschien kan het ook wel hand in hand samen gaan. Dat je ja. in ieder geval weet dat ik in deze vlees zak, dat dat eindig is. <laughs> ja, 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 toch? Ja. Maar kijk, wat ik nog even erover wil zeggen is dat ja, en ik weet niet of dat een bepaalde angst van mezelf is, maar mijn vader en mijn zus leven alle twee niet meer. Ik heb daar best wel snel al, maar niet, ik ben er helemaal niet overheen gestapt. Sterker nog, ik heb dat echt intens dat verdriet gevoeld, maar wist tegelijkertijd, hey, zij zijn nog in mijn gedachten, dus ze zijn er nog, weet je? Maar ik heb nooit onwijs, of nooit, ik heb eigenlijk nooit de behoefte gehad om te denken: Nou, ik ben toch benieuwd uh, wat ze nog tegen me te zeggen zou willen hebben. En ik heb een keer meegemaakt dat Char, misschien ken je haar nog, nou ja, dat was natuurlijk een soort show. Uh, ja. En die, en of ze het nou wist of niet, ik bedoel, je kon het gewoon googlen, maar dat, het maakt ook niet uit. Maar het feit alleen al dat zij op een gegeven moment zoiets zei als van nou je vader zegt me dat dit dat ja ik ben natuurlijk oh, oh, daar word ik natuurlijk gelijk super emotioneel van want ineens gaat zij daar het hebben over mijn vader die er nog is terwijl ja hij heeft voor mij wel een plek dus is hij er ook nog maar ja ik vond het op dat moment ik dacht echt fuck you ja dat begrijp uh, ik ja dat begrijp ik maar ik heb natuurlijk ik krijg alleen maar mensen die naar mij toe komen exact eh, ja. uh, met met de reden om dat te ervaren maar ook wat ik belangrijk vind, wat ik altijd belangrijk vind, is dat je het zelf leert voelen en mm -hmm. onderscheiden. Wat is mijn verbeelding? Of wat is mijn klopt? Wat, wat, wat is mijn Wat wil ik graag? Ja, 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 ja. En, wat, en wanneer zijn ze er echt? Ja. En, en ik heb daar natuurlijk zo ongelooflijk veel in geoefend. Dus ik weet het verschil. Ik kan het verschil je kan het verschil weer voelen het weer met hart, dat andere ja, lichaam. Ja, ja, ja. Weet je, er gebeurt iets in ja. de ruimte weer. Oké, okay, maar we gaan... Uh, mijn gids en mijn engel. <laughs> Hij vindt het bijna griezelig geworden. Nee, nee, niet griezelig. Nee, nee. Ik is Sterker nog, ik eerder handen van kom maar door. Oké, okay, bedoel... oké. Okay. Nou, wat we doen is, is... Het start met de intentie. Ja. Je hebt de intentie om ze te ervaren. Ja. Maar de intentie wil ik dat je opengooit voor wie er komt. Dat weet je namelijk niet. Nee. Dat is namelijk altijd mooi. Je denkt dat het die is, maar je weet niet precies wat er komt. Nee. Maar je voelt wel de intentie. Ja. Kan je je hart daarin opengooien, je mind open. Wat ja. voel je dan al nou, als je dat doet? De letterlijk de deuren gaan open, kom en. erdoor. Ja. Voel je de temperatuur veranderen? Ja, ja. ja. Maar Vo ik, 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 ik denk dat het de bedoeling is... Dat ik, maar ik krijg er wel eerder wat kouder van als ik hier ja, ben. Ja, maar de, je krijgt het er ook kouder van. Oké. Okay. Dus dat klopt. Ja, maar dat is ook omdat letterlijk de deuren even open en ik denk van, oh, het waait hier wel. Oh, oké. Okay. Maar goed. Je de, hebt de deur letterlijk opengezet net. Ja. Oh, bij jou? Ja. Nee, 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 niet letterlijk. Nee, bij mij. Nee, ik was... Uh, nee, ik, uh, ik heb niet echt... Een... Oké, okay, maar, maar... er is een kou in de lucht. Ja. Grappig, hè? Ja. Oké. Okay. Dus de intentie is om, om te gaan voelen de aanwezigheid, wie erbij is. Dus je nodigt ze uit. Je weet niet wie het is. En voel eens wat er dan dichterbij komt. Voel het met dat... Net alsof iemand je dichterbij komt, dus jouw veld aanraakt en verbinding maakt. En wat voel je dan? Wat gebeurt er met je? Wat voor gevoelens krijg je? Wat voor gedachten krijg je? Nou ah, ja, precies. Die gedachten overroelen. Ik moet zeggen, het is echt jammer. Want ik had op zich echt wel gewoon. In eerste instantie, gelijk een soort beeld. Een soort schim. Die, maar ik ging weer gelijk dit helemaal analyseren en kapot maken. Oké. Okay. Maar dat maakt niet uit. Want je kan zo terug naar de ja. schim. Oké. Okay. Je kan zo terug. Maakt helemaal niet uit wat je brein aan het nee. doen is. Gewoon nee. terug naar dat andere. En als je die schim. Laat eens dichterbij. Nodig eens uit. Gewoon voelen. Hoe voelt. Diegene die dichterbij komt, hoe voelt dat? Wat voor een gevoel geeft je? Dat? Oh, een warm. Uh, zeg je dat? Ja, ik wil zeggen troostend, maar vooral. Het ah. is een fijn gevoel in je fijn hart. Ja. Oké, okay, laat het nodig dichterbij uit. Voel dan. Wat wil er gezegd worden tegen je? Welke boodschap komt er mee? Ja, dus ja, het is wel goed jongen. En wie zegt je dit? Ja. Ik probeer er gewoon wat meer op in te zoomen. Maar vervolgens ga ik gelijk uh, als een soort Google scan denken, oké, okay, dus, dus. maar. Oké, okay, terug. Een, ouwe, een oude man. Een oudere man voor ja. je. oké. Okay. En la, nodig hem nog dichterbij, dat je hem ook gaat zien met de ogen van jouw ziel laat het beeld zich ontstaan. En het ge moet gecombineerd zijn met dat gevoel wat je net had. Ja, ik vind dit echt heel lastig. Omdat het gewoon dan is er weer even een seconde een beeld en dan denk ik weer en dan wat was dat beeld van die seconde? Volg die hele ja. korte dingen. Een, uh, ja, weet ik veel wie het was. Gewoon een uh, gezicht van een man met heel veel rimpels. En uh, een soort grijze snor. En uh, gewoon, ja, ah, lekker. Gewoon, uh, ik... En is dat een Nederlander of is dat ergens anders vandaan? Geen idee. Ze voelen? Wat gebeurt er dan als ik dat vraag? Nou, ik moet zeggen, het geeft me wel een soort rust uh, dat ik in denk, ja, ik hoef deze gast dus ook helemaal niet te kennen. Nee. Want dat gevoel heb ik namelijk, dat ik, en ik heb, krijg ook niet echt een soort Nederlandse, uh, dat ik denk. Het, nee, nee. 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 En probeer eens in te tunen op hem, op wie hij is, of hoe hij voelt. Hoe voelt hij zich? Of hoe denkt hij? Hmm. Ja, het is een beetje misschien. Uh, maar die, hij, hij denkt niet. Het is gewoon. Uh, die gast is er gewoon. En hoe vond dat? Ja. Machtig. Uh, echt mooi. Echt dat je denkt: shit, het gast. Lekker. En Hij is er niet voor niets, laat hij zich maar... zien. Waarom laat hij zich zien aan je? Waarom is hij er? Nou ja, nu omdat ik er specifiek naar vraag, denk ik. Ja, maar het is wel de ingang voor hem. Ja. <laughs> ja. Omdat hij ernstig, nou ja, niet ernstig, maar hij de, be de behoefte heeft om. Uh... Ja, dus dat is wel een soort gidsachtige functie. Ja, ja, ja. Gewoon. En als je naar hem zou luisteren, als je zegt: Oké, okay, als, als jij mijn gids bent, weet ik nog niet, want mm. je wil dat bewijs eerst hebben, mm -hmm. kan je ook aan hem vragen, bewijzen. Ja. Uh, maar als hij jouw gids zou zijn, wat, wat, wat wil hij tegen je zeggen nu? In waar je staat in je leven? Geeft hij je suggesties? Nou, niet zo uh, concreet als uh, kopen een halfje wit. Maar nee. wel natuurlijk. Uh, wel, uh, ja. Ik krijg wel gelijk een gevoel door je. Ja. Wat voor gevoel? Nou... Ja, wat ik eigenlijk net al zei, een beetje zo wakend, uh, maar ook ja, instemmend. Uh, ja, dat, ik, dat het goed komt, ja. Mm, hoe voelt dat? Ja... Ik heb allemaal oordelen hierover. Uh, wat we nu ja, doen. dat doet je denken. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik ben met je hart. Nee, bezig. ik vind dat top natuurlijk. Het is okay. wel. En het is ook wel iets, daar vind ik wel lekker aan. Waarvan ik denk, ja, maar dit wist ik ook wel. Dit ken ik ook wel. Uh, dit, het, ja. Ja, maar dit is ook geen. Natuurlijk ken je je gids al lang, alleen. Nee, word je niet bewust. Ja, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Dus ergens heb je het gevoel: ik ken dit al, ik weet ja. het al. Ja. ja. Oké. Okay. Stel je voor dat we je engel ook uitnodigen. Dus even kijken of je het verschil kunt voelen. Stel je eens voor dat jouw Engel ook dichterbij komt. Wat gebeurt er dan met je energie? Wat voel je dan? Ja, maar goed, maakt niet uit of het nou fantasie of het is niet. Maar gelijk komt er eens, is het veel meer licht. En. Nou, ik wil niet gelijk zeggen dat het warmer wordt, maar niet kouder in ieder geval. Uh, ja. En ik ga letterlijk voor mijn gevoel ook wat meer rechtop er zitten, omdat ik gewoon denk, oké, okay, uh, lekker, ja, gewoon. Uh. Kan je het verschil voelen tussen deze twee energieën? Ja, eigenlijk wel. En dat vind ik grappig, want dat was serieus een vraag uh, die ja. ik wilde stellen. Terwijl ik nu, ja, in, in plek, alleen al waar ik het voel, ja. is het een soort oer en een soort, uh, ja. ja, het is een soort aarde en lucht. Of ja. uh, ik weet niet uh. je... Ja. Mooi, dat is ook het verschil. Ja, ja, ja. ja. Dus engelen is lichter, lichter van de energie. De gids is meer geaard. Ja. Zijn ook zijn ook zielen die op aarde zijn geweest. Engelen zijn echt andere wezens. Ja, ja, oké. Okay. Dus dat klopt. Dus het is grappig, hè, dat je het verschil wel voelt. Ja. moet je eens voorstellen, als je als je hier aandacht aan zou gaan besteden mm -hmm. en je zou ook serieus in gesprek gaan. naar nou, nou, dat, dat dacht ik die... wel. net al gelijk dacht ik gelijk. Oké, okay, dit ga ik uh, even ook in mijn eentje doen. Ja. Dat dacht ik al. <laughs> ja, want dan kan ik er gewoon wat ja, en, meer. Nu ben ik ondertussen ik en, ook we, nog half een podcast aan het maken. Denk ik, God, zal me zo langs deel. De uh, ja, en wat, je, wat ik je dan kan aanraden. Leg pen en papier naast je. Ja. Want je hebt een enorme de aap in je hoofd. die je ja. direct van alles vindt. Dat ja. is prima. Die, ja. die, die, die krijgen we toch niet uit? Die is er gewoon. Nee. Maar richt je even op het andere. En. Doe pen en papier, stel een vraag en ga gewoon schrijven. Maar wat wel belangrijk is, is dat je dat je voelt het. Ja, ik voel het. Het is mm. echt een stuk kouder. Het is niet koud, maar nee. het is echt kouder. En, maar ja, goed, dat maakt ook niet uit. We hebben in, in, in dat Arthur Findlay College, ja. daar hebben wij echt testen gedaan. En uh, ik ben daar ook opgeleid als transmedium. Dus dan ga ik in een trance en dan spreken ze door me heen. Dan daalt de temperatuur in een minuut vijf graden. Dat granen. hebben jullie echt met thermometers... Hebben gemeten. Ja, Daar heb je enorm veel testen. Mijn bloeddruk gaat onwijs naar beneden. Het is echt heel apart wat allemaal gebeurt. En even voor mijn idee en voor iedereen die dit uh, ook wil doen... is het zo dat je dan... Spree spreek je je gids en je engel ook los aan, zeg maar... Ga ik echt even zitten en denk ik oké, okay, focus me nu erg op die gids. En daar stel ik een vraag aan. Of, of, of gaat het altijd hand in hand? Of, uh... Mag je zelf weten. Ja, ja. Maar, maar wat ik je nu zou aanraden. Kijk, er is nu een contact geweest. Yeah. Hè? Ergens denk je, ja, dit ken ik al. Maar vraag maar om bewijzen. En, 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 en die en... komen de komende dagen. Ja, precies op die manier. Vraag maar om bewijzen. Ik heb zo ongelooflijk lang om bewijzen gevraagd. Yeah. En ze zijn. Helemaal gewillig om je dat ja. ook te geven. En in de, in, via de gekste manier komt dat. Ik weet nog dat wij bij ons, wij hebben al heel lang zo'n seance kelder. Dat was vroeger onze feestkelder in de familie. Daarna daar, daar zijn we cirkels gaan houden. En op een gegeven moment kwamen daar dingen door. En ik weet nog dat ik. Ook toen weer heel veel bewijzen wilde hebben. En toen hadden ze het over de, de witte broederschap. En daarin is hun teken de witte veer. Toen zei ik zei ja, witte uh, veer, weet je. Uh. Zal allemaal wel. En wij lopen daarna de kelder uit naar boven naar de keuken. En de hele tuin ligt vol witte oh, veer. Ja, ja, ja. Nou, shocking. Ja. Maar zo mooi. En het is, het is ook mooi. Het is niet eng. We nee. komen er vandaan. We hebben er zoiets spannends van gemaakt. Is niet spannend. Het is het, is het onderdeel van wie het we is zijn. Ja, ja, ja. Nou, ik heb hier drie punten opgeschreven die ik nu door deze oefening en door wat we net een beetje beleefd hebben, of in ieder geval ik, uh, wat meer begrijp. Namelijk acceptatie wat er gebeurt, Stil zijn en afstemmen. Ja. En vertrouwen in de begeleiding. Ja. En weet je wat het mooie is, als je start met vertrouwen. Want wij zijn geneigd om eerst te twijfelen, daar heb je hem al, en dan hebben we al geen tijd meer. Maar als je eerst gaat vertrouwen, wat wij doen hier op aarde, is eerst zien, dan ga ik geloven. Wat zij zeggen, ga eerst geloven, dan ga je zien. Het is totaal anders. Ja, het is totaal anders, maar ook wel een beetje een soort, maar daar komt het weer inderdaad... Ja, dat brein kan je niks van maken. Dat denkt van, ja, als je eerst gaat geloven, dan zie je ook wat je wil zien. Wat op zich natuurlijk prima is. Want zelfs al zou dat zo zijn. Maar zo werkt het zelfs. Ja. ja. Maar dan, je gaat ook meer zien. En je gaat meer zien. Ja. Dus je gaat ook um, dingen zien die je niet had verwacht. Als jij hierin oefent, komen er ook antwoorden waarbij je denkt... hé, hey, daar moet ik even over nadenken, die had ik niet aan zien komen. Nee. Nee. Um, toen ik hemeltaal schreef, waren er zinnen en die ik dan teruglees, dat ik dacht: jeetje, wat briljant dat ik die niet eerder had verzonden. Zo'n zo ja. gevoel. Omdat het klopt, ja. er, het klopt gewoon. Vet. Echt leuk, bedankt uh, voor het openen van een luikje waarvan ik misschien in eerste instantie. Uh, ja, daglijf. leuk. Ja, ja super leuk. Ja. En het is, het is, dat is pas een groot veld. Ja. Ja, dat openen. is een soort van oneindig natuurlijk. En als je het nou hebt over zelfontwikkeling. Denk je niet dat als je dit ontwikkelt in jezelf. je een enorme zelfontwikkeling krijgt? Mm -hmm. Want we kunnen wel zelf ontwikkelen met het brein. En in de persoonlijkheid. wat zoveel doen. Maar wat dacht je van de zelfontwikkeling in de ziel? Ja. Nee, dat begrijp ik heel erg dat het daar meer om gaat. Alleen het is, het is ja. gewoon zo lastig omdat. Uh, ja, de, kan je hier weer een heel verhaal van maken. En, 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 uh... Nee, maar je gaat dus geen verhaal maken. Nee, dat probeer ik te doen. Je moet dat gewoon zuiver houden. Want stapje, voor je het weet stapje. zit je weer elke avond uh, net te doen, alsof je contact hebt met je gids en je engel. En zit je gewoon uiteindelijk je eigen uh, gek uh, ja. uh, mind ja. na te praten. Dus vraag om bewijzen. Ja. Dat is zo mooi. Vraag echt om bewijzen. Je hebt ook uh, ergens, uh, ik vond dat een hele. Die, 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 die raakte me wel. Houd je hart schoon. Ja. Hey, misschien kun je eerst even uitleggen wat je ermee bedoelt. Ik denk, ik denk dat ik het wel te weten maar. Nou, hard, hou je hart schoon is voor mij um, de, de pijn die ontstaat in je leven. De hartepijn. Ja. Um, de, de, wat ik zoveel zie in relaties, is dat we niet. De eerlijkheid en openheid en moed hebben om ook echt alles tegen elkaar te zeggen, echt in de eerlijkheid te zijn en waardoor je het hart gaat vervuilen: mm -hmm. dingen als je een relatie hebt en ik vind iets en ik laat het, ga ik mijn hart vervuilen. Ja. En, en het hart is nou juist het element in ons. Wat ze goed kan voelen. Ja. Als ik dat natuurlijk vervuil, ja, dan, uh... dan ga ik ook niet meer goed voelen. Dan krijg ja. je, wat ik zei, dat emotionele hart. Dan krijg ja. je de drama's. Ja, ja, ja. In dat kader bedacht ik me dan, hè, want dit ik voel, ik, voelt heel fijn. En dat je inderdaad denkt van ja, clean. Maar hoe zie jij dan de tijd waarin we leven? Want ik denk dat het, uh, ja, laat ik het dan maar even de coronatrillingen noemen. Dat lijkt dat is een vervuilende tijd. Of is het een heel verfrissende tijd? Dat ja, weet ik soms is verfrissend. dat is echt verfrissend. Heel verfrissend, ja ja. Ja, ja? ja, maar ja. Ja, ik weet echt, op het moment dat het kwam... toen dacht ik, ach, oh, eindelijk, we gaan beginnen. Ja. ik, wat een briljant plan nee, is Nee, in, in, uh, ze leerden nog lang en gelukkig eindje, eindig je daarop ja. mee. Ja. Maar... En maar laat ik het zo het... zeggen, je moet, er wel, je moet wel lekker stevig nee, niet zo in je schoenen staan, maar in je hart staan, zeg maar, om het, om het niet te laten bevlekken, toch? Maar of we worden uh, bijna gedwongen nu om daarin het... om te komen. En weet je wat er apart is? Wat ik heb gemerkt met corona, ik heb nu een aantal mensen, zeker in de begintijd toen het zo heel heftig was, mm -hmm. uh, die hebben kunnen helpen, juist door um, healing te geven op het hartgebied. waardoor Het zit natuurlijk ook met de longen, en yeah. waardoor er ook ruimte kwam. En wat je nu ziet, is dat we, we hebben zo geleefd vanuit het hoofd. Nou, dat we zien wat daarvan is gekomen. We worden niet echt heel blij van. Maar gaan we meer leven vanuit, een hart, vanuit het hart, dan komen we erachter dat we eigenlijk allemaal hetzelfde zijn. We willen liefde, samen, ja. gezelligheid, leuk, weet je, harmonie. Dan zijn we eigenlijk allemaal hetzelfde. Hier zijn we allemaal anders, hier zijn we ja. allemaal hetzelfde. Het is nu tijd dat de mens... Echt terug gaat daar naartoe dat we gaan realiseren: de aarde zit in die transitiefase, wij zitten in de transitiefase alsof je de initiaties gaat versnellen. Nu dat zie je ook. Ik zie uh, bij mensen weten, gewoon ja, niet meer ja. wat er gebeurt. En, en soms hebben we een nachtmerrie nodig om wakker te worden. Van een zoetsappige droom worden we niet altijd wakker, droom nee. dromen we lekker verder. Maar de, de hoeveelheid, ik vind het wel leuk dat jij het ook al hebt over de zon. Nu er zijn die metingen van die zonnevlammen, die zijn gigantisch aan het worden. En dat heeft wel degelijk effect. Dus wat, wat, zijn, wat gebeurt er, is doordat er steeds meer licht komt, moet het hart moet open van de mens. Als, als het hart open is van de mens, is het geweten aanwezig. Dan zijn er een heleboel keuzes die wij totaal anders gaan maken als mens, direct. En wat je dus nu ziet, is dat dat heel erg gebeurt. Maar om die transitie te maken, gaat dit stuk in de problemen komen. Ja, yeah, het hoofd. Uh, ja, ja. En, en die gaan alle kanten gaat het op. Yeah. En hier zitten de angsten. Maar die jij zegt dat is niet komen. je hart. Dus je hart blijft wel schoon door deze hele. Uh, ja, er gebijt. kan niets gebeuren met je ziel. Nee. Er kan van alles gebeuren met jezelf, beeld en je ego, ja, maar er kan niets gebeuren met je ziel. Lekker. Ja, ja. Dat leeft ook lekker, maar het wordt ook tijd dat we het gaan ontdekken, dat we het gaan beseffen. Ja. En als je kijkt naar alle gurus, alle grootmeesters, hebben het hier al over. Ga naar binnen, ga zien de oneindigheid wie je bent. Er is niks aan de hand. Ik vind het een mooi moment om nog even voor uh, ja, de luisteraars die hier allemaal wel op een manier bezig zijn met zelfontwikkeling en, en spiritualiteit, wat wat mij betreft hand in hand gaat, wil ik even uh, wat dingen die spirituele groei kunnen tegenhouden. Want ik denk ja. dat het goed is om even te benoemen. Uh, ik, uh, ik noem ze gewoon. Ja. En uh, ga vooral uh, daarna even nog vertellen ja. wat meer duiding. Maar uh, je hebt zeven kenmerken benoemd van het ego-denken. die ons kunnen belemmeren. in onze groei naar de ontdekking van onszelf. en dus ons tegenhouden om stil te blijven staan bij spiritualiteit. Eén, schuldgevoelens. Ja. ja en wow, schuld. Wat een is dat? Ja. Ja. <laughs> ja. Maar goed, kijk, schuld is een aardsysteem. Dat uh, uh, zeg je heel goed. Ja, ik heb hem van jou. Oh. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar daar zijn we wel. Er wel. Ja. ja, het is er wel. We zijn er wel, maar wordt het niet eens tijd dat, dat wij er echt zijn? Ja, zo. Maar, je kan maar ja. heel simpel, schuldgevoelens, ik, uh, ik weet niet hoe het is ontstaan, maar het is een ongelooflijk manipulatief middel. Wat, wat je ziet van hè, als je van me houdt doe je toch ja, dit en ja, waar heb je aan en maar ook het houdt jou enorm tegen in groei. Ik zie ja. mensen met schuldgevoelens soms zo vastzitten, en alleen maar oh ik moet daar aan voldoen, ik moet daaraan voldoen, oh, ik voldoen, daar aan voldoen. ik zeg je eerlijk, nu heb je het echt over wat iemand bij een ander legt. Nou, daar heb ik totaal geen gevoel voor. Wat maar, wel gebeurt? Wat wel gebeurt. Ja. Nee, dus dat snap ik. Ja. Maar je, je kan natuurlijk ook jezelf dingen kwalijk nemen. Ja, maar ook dat, als je dat doet, wat neem je kwalijk? Jouw onwetende persoonlijkheid en zelfbeeld. Maar het is niet wie je bent. Nee. Je bent echt onwetend. Ja, maar goed, onbewust. je hebt daardoor wel iets gedaan bij de ander. En dan kun je zeggen, ja, uh, je wist niet beter, je hebt gedaan wat je kon, maar ja... Ja, en dat dan, dan, zeg, je, dan zeg je: Dit was niet de bedoeling. Dit ga ik de volgende keer anders doen. En dan ga je door. Ja. Schuldgevoelens is dat je eraan blijft hangen. Blijft etteren, En ja. je blijft jezelf maar ja. naar beneden halen. Ja. Dus er is niks mis mee met spijt. Oh, dit is, ik, heb ik gewoon niet helemaal goed gedaan. Ik word me bewust ik dat ik het niet les. goed heb gedaan. Ja. Excuses, we gaan door. Maar wat doen we? Het is net een zweepje uit een achterzak. En we gaan onszelf nog slaan. Ja, dat, dat is hem niet. Zonde, ja. En dan, weet je, wat het probleem daarvan is. dan wil ik niet meer naar mezelf kijken. Want dan doe ik mezelf pijn. En als ik dat niet meer doe, dan wil ik wel kijken naar ja. mezelf. Dan dus word het weerhoudt ik veel je er en Dus daarom is het nog schadelijker, omdat het je van weerhoudt om naar binnen te gaan. Ja. Ja, mooi. Oké. Okay. Denk ja, als ik mezelf ga straffen, dan ga ik liever niet naar kijken. Weet nee. je wat, ik straf jou wel. Ga dan maar gewoon, ja. Okay. In plaats van mezelf. <laughs> Oké, okay, schuldgevoelens dus. Uh, uh, tweede. Ding wat spirituele groei tegen kan houden. Ik heb hier geen tijd voor. Het is een luxe. Ja. Maar dat, als mensen dat zeggen, vind ik dat dat is gewoon een angst. Denk ik ook. Ja. Ja. Ik kan het niet zien, dus geloof ik het niet. Ja. Nou, dat is natuurlijk. Uh... Ja, maar kan je liefde zien? Nee, exact. Dat is mooi. Hè? Dat is... Kan je denken zien? Ja. Kan je gevoelens zien? Nee, we zien de uiting daarvan. Maar eigenlijk wordt al het geziene geregeerd door het ongeziene. Ook, ook in ons systeem. Alles. Namelijk al noem je het energie, maar dat is ook niet te zien. Energie is ook niet te zien. Nee. Je ziet de gevolgen daarvan. Ja. Ik kan het toch niet. Ja, dan is er ook zo eentje. Ik kan het niet. En dat, en dat is, heeft te maken met, um, ja, maar zo ben ik. Ik kan niet uh, meer groeien. Nee. Ik weet nog dat ik vroeger op een gegeven moment heel goed bedoeld van mijn moeder. Een, um, een hele astrologie uitgebreide ja, ja. denken. En ik zit dat te lezen. En ik zei, nou ja, dan hoef ik dus niks meer te doen. Want dat is dus wie ik ben. Ja. Kan ik net zo goed ophouden. Ja. Ik kan niet waar zijn. Niet. Nee, dat is wat, een beetje wat... het gevaar van het hele non-dualisme. Dat je denkt, nou ja, het heeft toch geen zin. Ja, maar het non-dualisme, wat grappig daarvan is... is dat um, daar, daar halen ze de liefde uit zijn context... En daarin wordt het non-dualisme gebruikt als: ik kan er niks aan doen. Maar dan neem je je verantwoordelijkheid nee, niet. Precies. Maar die klopt ook niet, want het gaat om: we hebben het zelfbeeld. En we hebben kanten die niet zo leuk zijn. Hoe ga ik terug naar wat ik echt ben? En niet: ah joh, kan ik kan er niks aan doen. Nee, joh, dat is, uh, is niet mijn ik. Nee. Oké, okay, uh, de ander heeft het gedaan. Ja. Dat is dus inderdaad wijzen naar de ander, ja. om, dan straf ik mezelf. Maar als ik wijs naar de ander, komen er al de drie vingers terug. Leuk, 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 leuk. ja. Um. Uh, angst voor het onbekende. Ja. We hebben zo'n moeite als mens om te veranderen. Ja. En om in nieuwe dingen te stappen. En ik vind dat zo apart, omdat alles verandert. De hele tijd. Uh, Iedere dag is je lijf al anders. Dus alles verandert. Maar we hebben zo'n extreme behoefte aan. En dat noem ik schijnveiligheid. Mm, hou vast, ja. En dat ligt in de persoonlijkheid. Ja. Maar dat is toch jammer. Want. En ik heb het gelukkig zelf. In hoeverre ik dat ook jezelf kan zeggen, nog wel. Juist een nieuwsgierigheid ernaar. Wat je als kind natuurlijk sowieso altijd hebt. Ja. Doet dan, dan. Ja, goed, dan leer je Maar dat ook. is waarom je dit aan het doen bent. Ja. Dat ja, is ja. absoluut door jouw nieuwsgierigheid. Omdat ja. jij namelijk wel paden wil betreden die je niet kent. Maar heel veel mensen willen niet een ander pad in. En willen alles houden zoals het is. En dat is wat je natuurlijk nu ook ziet op de aarde. Dat gaat ook niet meer. Nee, dan, dan, dat is een verkramping. Ja. Ja. En de laatste. Ik ben nu, dat is een beetje, ik ben nu helemaal zo. Het ja. zit in mijn genen. Ja, die hadden het over. Of het is ja. de opvoeding. Ja, ja. ja. Nou goed, ik vond het goed om uh, even te benoemen omdat je misschien, ja, aan de andere kant, anders luister je of kijk je dit ook niet, maar ja, het is altijd goed om even bewust van te zijn waardoor je op een gegeven moment even kan blijven hangen. Ja, waarop je, het is zo mooi om te zien waarop je eigen persoonlijkheid je jou ondermijnt. En wat, wat, wat belangrijk is, is dat je beseft, dit is allemaal aangeleerd, dus ik kan hier wel de hele tijd mee in gesprek gaan. Mm -hmm. Maar ik kan ook mijn ogen dichtdoen en mijn zon aan gaan zetten. Ja. En kijken wat dat vandaag wordt. Ja. Nee, tuurlijk. Maar het is <laughs> toch, nee, ik vind het grappig dat je het zo zegt. maar ik kan me toch niet aan in het contract. Tenminste, ik mag het bijna hopen, want dat is de leven. Dat is het leven één grote beproeving, of reis, of hoe je het ook wil zeggen. Dat dat in het leven van, van Bonnie Bessem ook dingen gebeuren dat je denkt oh God. Uh... Ja, en. en... En er is bij mij een mega verandering ook opgetreden afgelopen twee jaar. Van een, van een relatie 28 jaar met een man, heb ik nu een relatie met een vrouw. Dus je kan je voorstellen welke overtuiging ja. je dan ja. gaat slopen. Ja. En dan heb je het over een gezin en, en, en dat je denkt, nou, ik ben nog nooit op een vrouw gevallen. Maar je valt ook niet op een vrouw, je valt op een mens. Ja. Maar dat heeft alles in... in in wat ik dacht, dit is, dit is hoe het gaat. Hij heeft het totaal veranderd. En, en natuurlijk ga je gigantische processen door, omdat voor mij uh, mijn liefde voor hem niet verminderd is. Maar ik ben wel geroepen naar een ander pad. Ja. En wat nu heel mooi is, is dat wij. Ik heb echt de tijd genomen om met hem weer een vriendschap te krijgen. En dat heb ik ook. Je, dus maar het was jou, uh, jij wilde een eind maken aan die liefdesrelatie en hebt dat omgezet in een ander soort relatie. Ja, ik zei: laten we, laten, we, laten we niet bang zijn, maar echt kijken naar wat het wel kan zijn. Want jij werd ineens verliefd op een vrouw? Ja. Wauw. Ja. Ja. En toen heb je gewoon je hart gevolgd. Ik kon niet anders? Nee. Terwijl ik uh, best wel heel rationeel ook ben. Nee, dat begin ik niet aan. Nee, nee, dat is een bevlieging, ja. jongens. Ga uit, want de onzin is dit. Ja, dus ik kan een extra hoofdstuk, moet ik gaan schrijven. Ja, nee, is dat er uh, nog uh, niet in? Nee, dat is een, hij, was, uh, hij lag nog niet bij de drukker of mijn of hele leven gebeurde. lag overhoop. Nee, nou ja. <laughs> het gaat hier over de heilige huisjes van relaties. Ja, ze leefden nog lang en gelukkig. Ja, nou, ze leerden nog lang en gelukkig. Ja, dat is zoals het boek heet. Maar een van de heilige huisjes ja. is dat. De ander moet mij gelukkig maken. Als vrouw moet je altijd je man steunen en ja. verzorgen. Nou, dat hebben we geweten ook bij jou. Als je echt van me houdt, dan doe je dat toch voor me. We moeten alles samen doen. Dit zijn allemaal heilige huisjes van relaties, die dus, uh, nou ja, die dus niet zo uh, werken. Nee. We moeten minimaal twee keer per week met elkaar vrij, anders gaat het mis. Als je gevoelens krijgt voor een ander, dan is er wat mis met ons. Ja, ja en, en het klinkt gek. Er is nog steeds niks mis nee. met ons. Nee, nee dan vind ik het mooi dat hij daar. omgaat. En, er en staat. ook is ook heel mooi in hoe hij daarmee omgaat is echt heel mooi hoe we dit hebben gedaan. Ik heb in alle rust. Er wordt iets anders van me gevraagd ja. in het leven. Maar we hebben nog steeds ook een gezin. Ja. Dat haal je nooit meer weg. Daar nee. kan ik nooit, kan nooit iets anders van maken. Nee. En hoe denken je broers en zussen die je hierover? Hadden? Ik ben gewoon nieuwsgierig. Um, ja, daar zit toch ook een. Openheid ja, in. Ja, ja. Ja. Zo zijn jullie ook opgevonden, natuurlijk. Ja, daar zit echt wel een openheid in. En, Niet doorleiden. En ja. natuurlijk heb ik ook wel um, beoordelingen gekregen van mensen: Van Jeetje, wat, is, wat, wat doe je nou? Yeah. Maar het is wel mijn pad en yeah. mijn leven. En, um, en natuurlijk weet ik dat ik hem pijn doe en ik had enorm in schuldgevoelens kunnen gaan. Maar ik heb gezien en ik zie het nu ook. Ik weet dat het hem echt wat gaat brengen. En hij heeft een plaatje altijd gehad, maar ik pas niet in dat plaatje. Ik heb er nooit in gepast. Ik zeg, wat je dan krijgt, is dat ik je eigenlijk altijd teleurstel. Ik zeg, nu heb jij jouw pad en ik mm -hmm. heb mijn pad. Ja, nu is het weer heel leuk. Dus wij hadden laatst, ging ik bij hem eten. En ik kom binnen hard aan kaarsjes aan, gezellig thuis eten gehaald, oh, ja. gesprekken leuk. En ik ga om half negen, ik zeg dit is nou wat ik wilde. Ja. Dit is nou wat ik wilde. Ik wil weer deze relatie. Ja, ja, ja. Zo leuk. En hij snapt het ook allemaal, want hij was toch een of andere oliegast of zo? Nee, dat is mijn zwager oh, is Maar hij zit in de vastgoed. In de vastgoed, oh ja, hij zit in de vastgoed, ja. <laughs> Maar nou. uh, hij kan, ik uh, fijn dat jij het allemaal uh, zo. Nee, ik denk niet dat hij alles. Uh, hij, hij heeft zijn pad ook. Ook in de relatie is dat zo geweest. Mm -hmm. Hij heeft zijn pad te lopen. Ik heb mijn pad te lopen. En daarin heb ik trouwens overigens heel veel geleerd. Uh, van ook, als uh, je hebt over de bron in jezelf vinden. Ja, en ja. niet alleen maar bij hem willen halen. Omdat wij zo anders waren. Ja. Zijn. Precies. Ja. Hoe, wat, hoe ziet een dag bij jou eruit? Ik wil eigenlijk naar een vast ritueel in dit gesprek... namelijk wat jouw ochtendroutine is, als je die hebt. Ja, die heb ik. Het allereerste wat ik doe, is al twintig jaar mijn zon aanzetten. Ja. Dus ik word wakker. En dat doe je terwijl je ligt in bed? Ja, is dat is het een... eerste wat ik doe. Ja. En, en dan is er een stukje uh, spelen. Nu zet ik de kaarsjes aan en ik zie een prachtige afbeelding van Jezus... En, en zit ergens een verwondering van, oh, wat gaat er vandaag weer gebeuren? Ja. Dat je zo, oh leuk. Ja, ja, ja. En soms bestel ik, want dat vind ik leuk. Nee, nou, uh, en hoe bestel ik? Ik wil vandaag een gesprek wat hier en hier over gaat ja, en spannend ja. en leuk. En, en dat, wat ik daar zo leuk aan vind, is dat je dan dus ook die wet van schepping, hè? dus ja, die ja, ja, aantrekkingskracht zo ja. ziet. Ja, dus ja. dat vind ik leuk om te doen. En soms heb ik zoiets van, nou, la, leid me maar vandaag. Ja. Waar moet ik naartoe? Dus het altijd dat stukje dienstbaarheid. En uh, dit doe je in... allemaal nog liggend in bed? Ja. ja. En dan koffie. En dan koffie. En dan koffie is... halen. Ja, ja, ja. En heb jij nog uh, routinematig een, een, een vast meditatie momentje echt? Of is dat? Uh, ik heb dan wel gehad. Maar ik heb nu. Um... Merk ik eigenlijk de hele dag. Ik ben natuurlijk ook heel veel online, ook met ja. Studio Nurf. Ja. Dus ik ben wel, ik ben altijd bezig met ja. deze materie. Ja. Ik lees heel veel, net zoals jij zoveel ja. leest, vind ik echt okay. genieten. Ja. Uh, ik lees heel veel. Um, wat ik heerlijk vind, is op de bank zitten en gewoon voelen wat gebeurt er. Mm. Ik heb natuurlijk veel geschreven, ook uh, uh, dat ik me afstem. Ja. En wat komt er. En dat dat zijn wel de momenten waarop je meditatie Meditatief, voor mij ja, is kan. altijd afstemming geweest. Ja, meditatie mooi. voor mij is niet altijd naar binnen. Voor nee. meditatie voor mij is afstemming. Ja. Laten we, als je veel leest, dan uh, zou het uh, ook een hele opgave zijn geweest om na te denken over drie boeken ja. die jou in jouw reis, uh, ja, hier op planeet Aarde hebben geholpen. Ik ben heel benieuwd welke drie boeken zijn het. Nou, ik zal ze even. Oh, je hebt ze bij je. Ook? Ja, ik, ja. Oh, dat ja. vind ik top. Ja, Dat oh, is de... dan weer leuk. Ja, dat vind ik ook heel leuk, want dan kan ik ze ook vasthouden. En, uh... Dit zijn ze. In willekeurige volgorde, toch? Of, ja. Uh, ja. White Eagle, de lichtbrenger. De straal van Johannes in het tijdperk van intuïtie. Oké, okay, wat is dit voor een boek? Nou, dit is zo mooi. Dit, dit zegt alles waar wij nu in komen. En White Eagle is een gids vanuit de ongeziene wereld. Ja. En uh, die heeft heel veel doorgegeven boekjes. En dit is zo prachtig. Mm. In, uh, in de lichtbrenger. De mensen die er nu allemaal zijn. Waar we, allemaal... we zijn allemaal lichtbrengers. Allemaal op onze eigen manier. Ik zie een. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Yeah. Ik ben gaan openslaan. En ik zie een, een omgevouwen bladzijde. En een pijltje bij de zin. Heeft Jezus niet gezegd. Zo moet ook de zoon des mensen worden verhoogd? Een andere manier om hier naar te kijken is het te zien als een verwijzing naar de slangenkracht. Ja, ik weet even niet. Dat nou, dit al... heeft te maken over het kundalini vuur ja, in dat, ons. Ja. Hè, de slangenkracht, dan heb je te, dus, dus het. Dit, het moment dat wij onszelf. Is het kundalini vuur hebben. hetzelfde als waar de zonnevlechten de... Nee, de kundalini oh. zit in je bekken. Oh. En dus die gaat helemaal omhoog. Ja. En kom je ook in die uh, verlichte staat. Ja. Oké. Okay. Dat is waar ze hier naar wijzen. Dus die dat er in de bekken van de mens ligt ook een een waanzinnige kracht ja. omhoog om te. En wat denk aan... jij uh, wat het zegt? Want ik, normaal gesproken is het een soort vrouwending. Maar ik ga dus mede op aanraden van een luisteraar van Koekeroe. Ik ben er heel blij mee. Sinds enige tijd naar een bekken. Mevrouw noem ik het maar. Uh, maar wat denk jij dat dat zegt? Wat zegt dat over mij? Als jij, ik heb nooit een link gelegd met de kracht namelijk. Uh, ik dacht voornamelijk van God, wat moet ik toch vaak naar het toilet en uh, wat kan ik dat slecht. Uh... Ja, maar jij hebt überhaupt ook heel veel vuur in je. Ja, zo. Ik ben ook een vuurmens. Ja, jij okay. bent ook echt een vuurmens. Mm. En dan heb je sowieso met je blaas meer problemen. Ja, ja, ja. Okay. Dus, en, en ook de power die ja. je hebt. En, ik heb dus wel altijd, dat is meer wat ik bij haar geleerd heb, dat ik dat. Uh, dat ik denk dat ik dat nu veel beter doe. Dat merk ik ook wel. Ik merk dat gewoon over mijn hele lijf. Maar er zat daar altijd een soort spanning. Maar dat kan. En, en je hebt in de bekken ligt ook een. Daar ligt nog grotere kracht dan het vuur. Kijk, het vuur kan natuurlijk in de vuurinitiatie ook. kunnen we verkeerd gebruiken. Ja. Dat, dat je niet alleen mensen daaraan brandt, maar jezelf ook. Maar wordt het vuur getransformeerd? Uh, he, de Kundalini-slang, ja. Ja, dan kom je ook in het, in het compassievolle hart. Weet je? Dan, dan, dan komt die kracht mm. komt eruit. En in de, in de bekken, dat is wat de yogi's ook altijd zeggen, daar ligt een kracht die we nog steeds niet gebruiken. En dat is ook de scheppingskracht. Daar zit de schepping ook. Hè? Dat zit in ons bekkengebied. Ja. Daar begint het allemaal aan. Ja. Leuk, ja. om daar toch ook ineens een heel spiritueel licht over uh, te ja. laten schijnen. Ja. De lichtbrenger, de straal van Johannes en het tijdperk van intuïtie. Uh, ja, wil je er nog iets over zeggen? Nee, uh, lezen. Het is zo'n ja. ongelooflijk mooi boek. Ja. ja Echt prachtig. Ja. Dan... Anthony de Mello. Anthony de Mello, die nam ik wel. En het als, is, uh... ik had niet het boek wat ik echt wilde oh, hebben. Okay. Het echte boek wat ik wil hebben van hem is The Way to Love. Oké. Okay. En dat vond ik zo mooi. En nou, dan voegen op, we die toe, The Way op, to Love. Ja, The Way to Love, zo mooi op relaties. Wat hmm. is de manier van liefhebben en onze manier van liefhebben? heeft heel erg te maken met uh, ik doe dit voor je ja, dan wil ik ja. dat van jou. Er zit ja. altijd een wederkerigheid in. Ja. Het is niet vrij nee. daardoor. En hij is, het is een leraar die is snoei uh, hard en duidelijk in zijn woorden. Uh, de mens wil niet wakker worden. De mens wil een nieuwe droom. Uh, in, in wat hij zegt. En hij, wat ik mooi vind van hem, hij is boeddhist en jezuïet. Hij heeft het gecombineerd. Vind ik vind het prachtig. Oh, oh ja. En ja. uh, hier ligt het boek Bewustzijn. Nou, dat ja, spreekt me ook, ook wel aan. Ook super mooi. Maar we gaan even voor The Way of Love. Ja, The Way to Love. And of The Way to Wat Love. Wat is he? de manier van echt liefhebben. En dat is niet. Maar te... even flauw gezegd, is dat toch gewoon zijn? Nou, ik denk dat uh, als je kijkt, als je heel eerlijk bent naar je manier van liefhebben, en ik kijk naar mijn manier van liefhebben met mijn man, dan is dat toch ook heel lang op voorwaarden geweest. Ja. ja, ja. En daarom dat kunnen we gewoon wel erkennen. Ja. Zolang jij leuk bent, vind ik je leuk. Ja. Dat is niet een vorm van liefhebben. Nee. Maar dat vind ik grappig dat je dat nu zegt, want jij bent al jaren met deze materie bezig, dus dat zal je toch in die tijd toch... Ik heb het absoluut geleerd, maar ik weet nog zeker in het moment dat je... dat toen die financiële crisis mm. kwam, hij zat in het vastgoed, yeah. kan je je voorstellen dat hij dat ook... Daar... Wij kwamen ook in de crisis. Hij kwam ook in de crisis. En ik weet nog echt dat ik dacht, jeetje, ik krijg helemaal niet meer... Uh, weet je, het is helemaal geen aandacht. Nee, nee. nee duh, Hij zat midden in een hele heftigheid. En toch ging ik daarover zeuren, zeiken en weet ik veel wat allemaal. Nou, het is er niet meer. En uh, nou, wat hebben we dan nog? En uh, totdat ik inderdaad ook ging kijken naar mezelf. De erkenning van, jeetje, dit is wel heel erg op voorwaarde, zegt dit... En, en hoe kom ik met die vuurinitiatie in mijn eigen bron? Hoe kan ik het zelf geven? Op dat moment, toen ik ja. dat eindelijk kon, had hij, kon ik hem ook de vrijheid geven voor zijn proces. Ja. Ik zit even na te denken, want ik. Ik begrijp heel erg wat je zegt, hoor. Alleen, ik denk soms. Ja, voorwaardes moet het niet zijn. Maar als je hebt, er is ook zo'n boek, gaat over de talen van liefde. Je mag wel iets uh, willen geven of iets graag willen ontvangen. Toch? In, ja. een, in een liefdesrelatie. Oh, je mag het allemaal willen. Ja. Totdat er stress ontstaat. Nee, precies. Dan... Totdat ik het ga manipuleren. Ja. Hoe vaak gebeurt dat niet? Ja. ja, ja, ja. En dat is niet liefhebben. En het nee. is vooral ook naar mezelf kijken. Van in, in welke... Uh, Hoeveel hoe heb ik eigenlijk lief op voorwaarden? En het is gewoon shocking veel. Mm -hmm. Dat vind ik al mooi. Ja. En hoe vaak probeer ik het buiten mij te halen? Moet iemand het mij geven? Of kan ik het mezelf geven? Ja, dat. Ja. ja. Mooi. Ja. En het laatste boek. Ja, daar ben ik nu weer mee bezig. Dat is echt zo'n mooi boekje. Dat heeft een iemand. Een soort gesprek is dit of wat is het? Ja, dit heeft iemand voor mij vertaald. Eén zijn door ja. Tarun Sardana. Ja. En en dit heeft het? iemand voor mij vertaald. Oké. Okay. Dit is niet. Dus dit nee. kunnen we ook niet in de boekhandel vinden. Nee, maar eigenlijk okay. niet. Oké. Okay. En um, dit gaat over een um, een jonge man die. Um, um, ...verlicht raakt. Mm -hmm. En zijn guru gaat hem dan vragen stellen. Ah, het is weer zo'n gesprek. Dit wel? Ja, ja. Klopt dit wel? Ben ja, je wel verlicht? Ja, ja. En het is zo mooi wat hij zegt. Zo prachtig hoe hij samensmelt in zijn hogere zelf of zijn ziel. Mm -hmm. Maar dus ook ziet wat dit allemaal doet. Ja. Weet je, wat daar... Ja, Want ik, wat is verlichting? Nou, verlichting voor mij is de realisatie van wat je werkelijk bent. Dus je bent voorbij je programmeren. Je hebt door dat dit een programmering is. Dus de meeste mensen hebben niet eens door dat ze hun denken niet zijn of nee. hun gevoelens niet zijn. Dus hè, ik ben Bonnie. Nee, ik ben niet Bonnie. Ik ben iets anders. Dit is aangeleerd. En, maar wie ben ik dan wel? En het moment dat je dat gaat beseffen, gaat voelen, niet gaat begrijpen, gaat ervaren. Ja. Kom je in die verlichte staten. En dat zijn soms momenten. En, en bij sommigen zie je dat. Dan wordt ieder deel van je verlicht. Ja. Maar dat is een hele mooie uitleg. Is echt zo'n simpele uitleg. Dat ik dan in en daar kan ik echt van genieten. Zoals het in het boek opgelegd ja. wordt. Ja, ja, ja. Ja. Leuk. Maar ja, goed, we kunnen het niet lezen. Dus, uh, <laughs> nee, die is een beetje, dat is een beetje jammer. Misschien moet ik hem eens uh, als PDF gewoon neerzetten. Ja. Ik ga eens even kijken of er nog iemand is die hier uh, copyrights of ja, auteursrechten. Ja, niet, uh... En dan ga ik hem eens even als PDF. Want ik vind dit wel uh, een ja. hele goede. Nou, sowieso even concreet voor de mensen die nu luisteren en die wel geïnspireerd zijn geraakt op datgene wat jij doet. Wat, um, ja, wat kunnen mensen bij jou halen? Of wat, wat geef je? Wat kan je krijgen? Ja, is... ja ik heb heel veel uh, dingen online die je gewoon mee kunt doen. Ja. Uh, ik heb de op, op dat studio Nu Earth nog steeds iedere zondag. Zondag cirkel om 12 ja. uur. En um, ja, we, we. Je begint nog met iets nieuws, maar dat is echt alleen voor de mensen die nu luisteren. Maar uh, 19 februari. Ja, dan begin ik weer met uh, uh, zes online ochtenden. Over de levensinitiatie. Dus echt zelf door die initiatie zijn gaan. En, en um, ja, hoe, hoe zit het met mij, met mijn water? Wat ja. kan ik eraan doen? Heel praktisch. Ja. Wat, wat is mijn kwabbelende aap aan het doen? Hoe kan ik meer gaan luisteren naar mijn intuïtie? Hoe kan ik uh, de bron van mij ontdekken? Hoe kan ik vergeven wat er allemaal is ja. gebeurd? Dat. Hoe zet ik neer waarvoor ik echt ben bedoeld? Maar waarvoor ben ik eigenlijk bedoeld? Dat je al, al die dat is de aarde-initiatie, al die praktische dingen. Laten we, want dat is uh, nou ja, vind ik gewoon een, een leuk ding om te delen met de luisteraars van deze podcast op koekeroe.nl/slash bonnie. Uh, vind je los van de boeken die net benoemd zijn en uh, nou ja, het beeld en geluid van dit gesprek uh, ook wel een linkje naar uh, nou ja, leuk, de levensinitiaties. Ja, ja, wat je allemaal doet. Ja, en uh, nou ja, laten we zeker een keer vervolg aan hebben, want dan kunnen we het ook nog hebben over een boek dat ik nog niet heb gelezen ook, uh, maar waar uh, en ze leerde nog lang en gelukkig een vervolg eigenlijk van is. Ja. Onderweg naar verlichting. Onderweg naar verlichting. Ja. Daar staan alle de initiaties en ook alle oefeningen in. En uh, dat is misschien wel leuk als er mensen zijn die via jou komen om dan het uh, boek op te sturen, dat ze die dan. Uh... Bam. Oké, okay, nou, dat gaan we regelen. Altijd uh, leuke iets, dingen. Eet met koekeroe, dat vind je op uh, de website. Ja, ik denk wel een beeld te hebben. Naar aanleiding <laughs> van wat we besproken hebben. Maar ik ga toch de vraag stellen: hoe kijk je aan tegen de dood? Wat is het? Uh, ja, de dood. Er is geen dood, er is een overgang. De overgang van de ziel, de, 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 het loslaten van je lijf. Ja. En je gaat gewoon door. Maar dat is de, de... Er is geen dood. Dood, doodconcept is ik hou op of ik ga dood. Ja, ja, maar er ja. is geen dood. Nee. Want alleen dat is al een illusie. Er is een overstap. Je stapt uit je lijf. Maar blijft Bonnie Bessum altijd bestaan? Nou, ik hoop het niet. Nee, ja, die dus persoonlijkheid. Wel... Nee, nee, precies. Nee, want ik ben, ik ben wel iets meer dan dat. Oké. Okay. Ja. Heb je er zin in? Ik heb wel eens periodes gehad dat ik jaloers was als iemand ging. Omdat je nieuwsgierig bent? Nou, omdat ik kon voelen waar ze naartoe gingen. Ja, ja, ja. Ik heb echt, kan ik het voelen wat er gebeurt. En dat is een prettige omgeving? Waanzinnig mooi. Het is zo'n extreem gevoel van vrijheid en verhoogd en uitgebreid bewustzijn... Dat kan je ook al vinden met mensen met bijna dood ervaringen. Mm -hmm, die ja. die, die zo'n verhoogd, vergroot, verruimd, bewustzijn. Ja, ja dat is heerlijk. Dat ja. is echt al... <laughs> <laughs> ja. Maar is het? Jij zegt net het overgaan, maar is het ook niet ergens teruggaan? Of is dat hetzelfde? Ja, het is teruggaan. Ja, toch? Terug, terug naar huis. Ja. Terug naar huis. En dan heb je dan zelf nog de gedachte dat dat dan weer in een ander poppetje gaat komen? Um, ik denk dat de mogelijkheden oneindig zijn veel groter. Ik geloof dat we nu wel met een heleboel mensen hier weer zijn, zielen die hier al eerder zijn geweest. Ja. Maar als ik heel. Dan, dan gebruik ik wel weer mijn logica. Het helaas oneindig. Dus ik zou niet weten waarom ik altijd naar deze kleuterschool nee. terug zou moeten. Nee. <laughs> Weet je? Dus ik denk dat ik daar wel echt wel. Ja. daar een keuze ook in heb. En misschien ga jij dus ook wel uh, gids uh, spelen in iemands leven. <laughs> dat zou je zomaar kunnen. Ja, toch? Ja. Dat, dat zou ja. Uh, en hoe wil je herinnerd worden? Dan heb ik het even over oh, leuke vraag Bonnie Bessem. Hoe wil ik herinnerd worden? Um... Nou, wat ik het mooiste zou vinden. Wat ik het mooiste vind, is als mensen zeggen. Ik, 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 heb, het ge, ik heb het gevoeld. Ik heb de ongeziene wereld ook gevoeld. Ik weet dat het leven doorgaat nu ja. en dat ik daar een steentje aan bij heb kunnen dragen. En ik, ik, maar ook dat en de ontdekking van wie je zelf bent. Ik geloof dat ik dat het mooiste zou vinden. als je daarbij mensen geholpen. Hebt. Ja. Dus ja, ja, ja. Ja, ik dus, ik, ik, die dienstbaarheid, dat, dat heb ik mijn hele leven gehad, maar dat blijf ik ook voelen. Het gaat altijd daarom. Ja. En heb je nu wel eens contact met je vader? Minder. Oké. Okay. Ja, veel minder. Hoe komt dat? Ja. Want op een gegeven moment Weet je gaat het aan het doen is. Nee, <laughs> nee oké. Okay. Ja, het is wel. Eens, ik, ik vraag hem wel eens, maar uh, veel minder. Dus ik kan wel echt gaan zitten en dan. Uh, maar ik hoor nu weer veel meer mijn gids. En dat was een grap, die hoorde ik altijd totdat mijn vader overleed. En toen was hij wel heel erg aanwezig. Ja, ja, ja. ja. Fascinerend, Bonnie. Echt uh, bedankt voor je tijd en je ja, en energie. Leuk. Ja, ja superleuk, echt. Uh, superleuk. Fijn om hier te zijn, Giel, dank je wel. Thanks. Dank je wel. koekeroe.nl. Bonnie, dat is B-O-N-N-I-E. En je vindt het wel. En je weet hoe je koekeroe schrijft. Uh, tenminste, dat mag ik hopen, zo niet dan toch. K-U-K-U-R-U. En uh, ja, wat moet ik allemaal nog zeggen? Uh, dat je kan raken op Spotify. Ja, ik weet het ook niet echt te vinden, maar dat is een beetje ja, zo sterretjes geven. Ik vind Spotify heel belangrijk en uh, des te meer uh, mensen we kunnen inspireren. Dus dat is top. Uh, Abonneer op YouTube, reacties aan, uh, afgeven. En de Facebookgroep waar het ook steeds uh, gezelliger wordt en waar wij misschien ook nog eens een keer een soort livestream kunnen doen. Met oh, leuk. Ja, vind ik wel... ik vind superleuk. Ja, oké, okay, top. Idee. Nou, gaan we dat doen. Uh, dit uh, was cool. Ik wil iedereen uh, gids en engel laten zien. Ja, nou ja, ja, dat, dat, is dat leuk. Is, vind ik wel. <laughs> ja. ik, ik ga er in ieder geval wel eventjes op door uh, de komende dagen. Ja, maar. Dus daar hou ik je ook van op de hoogte. Uh, dankjewel voor het luisteren. Zonne groet. Hoi. Hey.